Amsterdam, the city of kennels, freedom, and love of life. Sex. Drugs. When laws disappear, how bad do things get? People come here for a holiday, and when you're on holiday, you want to drink and have a good time. And if you can't be drunk on the street, then what can you do? Amsterdam, zo. Aan de ene kant is het een mooie drukke stad, maar we zien ook bij onze bewoners dat we de grens echt bereikt hebben. Als ze feesten in de hele dag en ze denken, oh, ik ben in een ander land, ja, het boeit hen toch niet. Eigen pretparkje waar ze mogen doen wat ze willen. Gewoon een beetje wiet roken, gewoon een beetje dronken worden en klaar. Hier wel alles mag en hier wel alles kan. Wat je thuis niet doet. Ook in de provincie doe je zulke soort malle dingen niet met je verkleden met piemels op je hoofd. Maar dat kan dus niet, want wij wonen hier. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom. Welkom in de Bali. Welkom bij het programma De Stad. Waar alles kan. Een avond waarin we praten over het imago van de stad. En of die invloed heeft op de overlast die vooral in de binnenstad van de stad wordt ervaren. Goed dat jullie allemaal gekomen zijn op jullie zondagavond. Hè? Toch ook wel voor de meeste mensen een vrije zondagavond, denk ik. En goed dat u er bent, maar ook welkom aan de mensen die meekijken. Want we zenden deze avond ook uit op at5.nl en op onze site. Mijn naam is Tim Wagemakers, ik ben programmamaker bij de Bali en samen met Michiel Cousy van het Parool gaan wij u door deze avond heen loodsen en jullie ook in principe, dat is het idee. We doen dat, en ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik dat mag doen met Michiel Cousy, omdat de reeks die hij... Goedenavond, zoek een plekje in de zaal. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik dat doe met Michiel, omdat de reeks die hij gemaakt heeft in het Parool, onder de titel De Stad Waar Alles Kan, eigenlijk de aanleiding is waarom we hier zijn. En nou, Michiel zal daar straks iets meer over vertellen. En we gaan vanavond op zoek naar alles wat met dat imago te maken heeft. Hè? Want aan de ene kant kun je zeggen, nou, wat zijn de gedachten van mensen erbij en klopt dat veronderstelde imago? Aan de andere kant is de vraag in hoeverre dat imago, alsof dat een persoon is, verantwoordelijk is voor de overlast. Of zijn dat toch nog echt de mensen die de excessen doen zelf? Wat betekent het om een vrijzinnige stad te zijn en hoe verhoudt zich dat daartoe? En is het beeld dat wij hebben van Amsterdam als vrijzinnige stad het beeld dat toeristen, bezoekers ook hebben van de stad? Of ligt dat toch net even wat anders? Michiel opent zo de avond, zoals ik zei, met zijn observaties en inzichten. Daarna praten we even kort met wethouder Udo Kok, die toerisme in zijn portefeuille heeft en die kan ons vertellen waar het college nu staat, waar ze mee bezig zijn, wat hun plannen zijn. Aan het eind van de avond reageert Udo Kok ook nog even op alle inzichten die we verzameld hebben. We gaan een klein raadsdebat aan eigenlijk tussen fractievoorzitters Diederik Boomsma van CDA en Femke Roosma van GroenLinks. Diederik Boomsma ageerde al sinds in 2014 over die stad waar alles kan. Volgens mij heeft u die term eigenlijk een beetje gemunt toe. Toen. En Femke Roosma had gisteren een opiniestuk in het Parool over dat de vrijzinnigheid van de stad juist gekoesterd moet worden. U ziet, we hebben veel mensen op het podium en dat is omdat we in dit geval echt een gesprek op gang wilden brengen. We hebben een reeks van 5 mensen die ofwel in het gebied waar dit imago zich centreert, waar dat zich samenbalt, hè, het Wallengebied en daaromheen, van Dam tot Stopera, in het geval van Annemieke Bieringa bijvoorbeeld. Omdat we ook hun inzichten willen horen en dat willen gebruiken om het gesprek te openen naar de zaal. Ik zie nu al dat er veel mensen zitten die een organisatie vertegenwoordigen. Laat ik maar even de vraag stellen. Wie woont er in postcode 1012? Kijk, dat zijn er al een aantal. Wie werkt er in een toeristische branche? Ook een aantal. Wie zegt, ik heb hier helemaal niks mee te maken, maar ik vond het toch interessant? Ook? Nou kijk, volgens mij hebben we een breed gemengd publiek en gaan we vooral ook met elkaar. Ik zal op 2 momenten naar jullie toekomen. 2 keer na het panelgesprek met onze 5 gasten open ik de zaal. Ik heb daar een paar hele makkelijke huisregels voor. De eerste les als je een programma maakt is, als je een microfoon hebt als programmamaker, dan geef je hem niet meer uit handen. Dus ik hou hem vast. Dan weet u dat meteen, hoeft u mij niet
naar het einde van de stoel te duwen. Want ik kom gewoon rustig uw kant op. De reden dat we microfoon is natuurlijk dat de mensen thuis ook mee kunnen kijken. En het zou fijn zijn als u nadenkt over uw belangrijkste vraag, uw belangrijkste opmerking die u wilt plaatsen. Want we hebben veel mensen in de zaal en dan kunnen we ook zoveel mogelijk mensen aan het woord laten. Dus dan steekt u uw hand even op, kom ik naar u toe, staat u op en noemt u uw naam, zodat we ook weten wie u bent. Nou, dat zijn de huishoudelijke mededelingen. Het is mijn taak of onze taak ook nog om te zorgen dat we om 10 uur lekker aan een biertje zitten of cola of iets anders. Maar zo gaan we het doen vanavond. En voordat we met onder meer Femke Roosma en Diederik Boomsma in gesprek gaan, gaan we eerst even luisteren naar Michiel, die ons zal meenemen in zijn verhaal over de reeks artikelen die je gemaakt hebt de afgelopen maanden. Oké. De stad waar alles kan. Een paar weken geleden ging een collega van mij mee met een team handhavers op zoek naar illegale vakantieverhuur. En ze kwamen in een woning waar 5 toeristen zaten, 5 jongens uit Israël. Normaal gesproken, dat is tegen de Amsterdamse regels, hè, je mag niet met meer dan 4 in een woning. Normaal gesproken zouden de handhavers deze jongens uit het illegale hotel halen en brengen naar een normaal hotel. Alleen dat kon nu niet, want de jongens die waren niet aanspreekbaar en ook zeker niet in staat om naar het andere hotel te gaan. Ze zaten gewoon domweg te vol met drugs. Mijn collega, een jonge, gezonde journalist, ging ter plekke out en moest naar de eerste hulp. Er zat maar zoveel drugs in het huis, er waren zoveel dampen, dat zij onwel werd. Ze ging naar de eerste hulp met 2 handhavers. Het is echt gebeurd, hè? De 2 handhavers gingen mee, want die hadden knallende hoofdpijn gekregen van dezelfde dampen die in het huis zaten. Om vervolgens hoorden ze dan ook op de eerste hulp dat ze daar hun handen vol hebben aan toeristen die blowend en drugsconsumerend onwel zijn geworden. Amsterdam, de stad waar alles kan. Wat mij betreft zijn we met deze discussie is een volgende stap in de veel grotere discussie die al een tijdje gaande is over drukte en massatoerisme in Amsterdam en hoe we daarmee om moeten gaan. Misschien is het goed om even terug te blikken, reconstrueren hoe het debat is verlopen en hoe we hier op dit punt zijn aanbeland. Althans, zoals ik dat zie. Op 6 september 2014 schreef het Parool voor het eerst over de drukte. En dat was naar aanleiding van observaties van verslaggevers die toch wel merkten dat het best wel druk was in de stad. En drukker dan normaal, ook op plekken waar het normaal gesproken veel minder druk was. En uit onderzoek bleek dat er inderdaad een flinke stijging zich had voorgedaan. We kwamen uit op 14 miljoen bezoekers per jaar in 2014. De Kalverstraat was vlak daarvoor afgezet omdat het te druk en te gevaarlijk was en door al die mensenmassa's. De politiek ging zich ook rond die tijd buigen over dit vraagstuk. En het eerste vraag die aan de orde kwam was, is het wel echt druk? En toen uit de cijfers bleek van ja, het is druk en is een klein beetje ook, kwam de vervolgende vraag, is dat dan erg of is het juist goed? Nou, op zich wel een logische vraag, want Amsterdam was natuurlijk jarenlang uitgesloofd om toeristen te trekken en daar goed geld aan te verdienen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het toerisme de crisis in de stad enigszins heeft gedempt door al die inkomsten. Dat debat over of het nou goed of slecht was, dat heeft vrij lang geduurd. Er moesten nog wat partijen overtuigd worden. Maar ondertussen in de stad bleek dat die effecten van de drukte veel groter waren, veel meer impact hadden dan een grote mensenmassa die zich door een straat perst. Buurten veranderden. Complete woonblokken werden verhuurd aan toeristen, zoals die 5 jongens waar ik het in het begin over had. Veelal illegaal. Met als consequentie dat Amsterdam zijn buren niet meer kende. Buurtwinkels verdwenen, toeristenwinkels kwamen ervoor in de plaats. Die mutsen, wafels en ja, ik heb die trend nooit helemaal begrepen, badeentjes verkopen. Maar in ieder geval, mensen zagen de buurt veranderen, het werd vuiler, de sociale cohesie brokkelde af. Eind 2016 kwamen we in de fase van de maatregelen. En dat was nadat burgemeester Eberhard van der Laan in de stad Schouwburg had gezegd, ja, we hebben een probleem met toerisme. En we kunnen wel zeggen van dat het goed is voor de economie, maar burgers, Amsterdammers hebben daar last van. Het is 5 voor 12. Dus we gaan er iets aan doen. En daarna kwamen de maatregelen. De bierfiets werd verbannen uit de binnenstad. Er kwam een stop op toeristenwinkels. Airbnb werd aangepakt. Nou, best pittige maatregelen, maar wel allemaal maatregelen die zich vooral richten op het beperken van de overlast. Of zoals Eberhard van der Laan dat dan zei, Amsterdam laat dweilen aanrukken, maar laat de kraan openstaan. En hoe? Want we zitten inmiddels op 21, 22 miljoen bezoekers per jaar.
En als de voorspellingen juist zijn en we niet een of andere grote mondiale crisis daarin belanden, dan gaan we naar 30 miljoen in 2030, misschien wel meer. 30 miljoen, dat is dus twee keer zoveel, meer dan twee keer zoveel als in 2014, toen we het ook al zo druk vonden. Dus er komt nog wel wat aan. Ja, nu gaan we het hebben over de stad waar alles kan. Wat mij betreft is dat een nieuw hoofdstuk in dit debat. Een hoofdstuk dat is opengeslagen door Josias van Aartsen, de waarnemend burgemeester na het overlijden van der Laan. En hij komt uit Den Haag en keek met een frisse blik naar de stad en verbaasde zich nogal over dat imago van de stad waar alles kan. Dat in zijn ogen toeristen naar de stad trekt die vooral overlast veroorzaken, die heel makkelijk aan drugs komen en zich daar ook flink te goed aan doen. Dat imago, zei hij in zijn afscheidsspeech, grijpt hem naar de keel. En hij zei van Amsterdam is die grens van vrijheid, blijheid allang voorbij. Wat hem verbaasde is dat als hij het aan de orde probeerde te stellen, bijvoorbeeld van dat liberale drugsbeleid, moet het nou wel? Hè, legt ook nog een verband met de drugsmarkt die daardoor ontstaat, waar de drugscriminaliteit weer van profiteert. Moeten we dat wel willen? Of moeten we niet wat harder gaan handhaven op dat alcoholverbod? Hè, moeten we niet wat steviger zijn? En dat debat, zoals hij dat zei, of heeft ervaren, maar moeilijk op gang kwam. Want, zeggen mensen dan, dat is Amsterdam. Dat hoort bij Amsterdam, dat zit in ons DNA van vrije, tolerante stad. Maar is dat wel zo? En natuurlijk, Amsterdam heeft een lange geschiedenis van vrijheid, van tolerantie, van vrijzinnigheid die teruggaat tot 17e eeuw. Toen mensen hier onderdak kregen die elders moesten vluchten vanwege hun religie of vanwege hun mening. De taak van de staat is vrijheid, staat op de sokkel van Spinoza. En dat vat natuurlijk mooi samen waar Amsterdam voor staat. Maar de vraag is natuurlijk wel, hebben we het nog wel over dezelfde vrijheid? Zou je kunnen zeggen dat het door de jaren heen dat wat aan inflatie onderhevig is geraakt. En dat we wat al te gemakkelijk zaken als niet handhaven, het makkelijk aan drugs kunnen komen, dat we dat heel makkelijk scharen onder die rijke historie van Amsterdam. Of misschien zou je kunnen zeggen van die vrijzinnigheid, dat is heel belangrijk voor Amsterdam. Daar moeten we niet aan tornen. En eigenlijk heeft het ook helemaal niks te maken met de problemen waar we voor staan. Dat zijn twee verschillende grootheden. Daar gaan we het vanavond over hebben. En we hopen daar concrete antwoorden op te vinden. Maar bovenal gaan we het debat voeren waarvan Van Aartsen zei dat het zo moeilijk te voeren was in Amsterdam. Dus laten we daarmee beginnen. Laten we daar dan ook mee beginnen. Daar komt een lang. Dankjewel, Diederik. Dat is al een eerste uitstekende bijdrage aan de avond, zou ik zeggen. Laten we meteen dan maar beginnen en naar de tafel halen wethouder Udo Kok bij ons. Hij is wethouder Economische Zaken, verantwoordelijk voor onder meer toerisme, maar ook hotelbeleid en belastingen. En we komen er later nog wel. Hier een microfoon voor u. Oh, ik mag hem wel vasthouden. Ja, u mag hem wel vasthouden. Dat is dan uw privilege als wethouder. Maar we kunnen hem afknijpen. Ah, heel goed. Ja. Ja. En u bent nu samen met de burgemeester Halsema, aan het nadenken over een actieplan voor die binnenstad in 2019. Misschien eerst maar even, we hebben het over het imago van de stad waar alles kan. Hoe denkt u over, op dit moment over dat imago? Is dat iets wat u zorgen baart? Zegt u het gaat wel goed? Nee, absoluut niet. Nee, ik denk dat het heel erg goed is. Ik denk dat je een goede inleiding hebt gegeven, Michiel, dat het debat zich verschuift van drukte en is het te druk en wat zijn dan de praktische dingen die we daaraan kunnen doen naar wat voor soort stad willen we zijn? Wat is het imago van de stad en wat hoort daarbij? En ik vond het wel mooi in je inleiding, vrijzinnigheid. Ik heb net even heel snel zitten googlen. Wat is nou ook weer de traditionele definitie daarvan? En wat we gebruiken dat woord zo makkelijk. De definitie van vrijzinnigheid is vrij denken. En dat staat dan tegenover bevangen denken. Het bevangen denken van de conventionele. Het is een politieke term uit de 19e eeuw. Ik denk dus dat de vraag die je aan het einde van je inleiding stelt, dat die heel makkelijk te beantwoorden is. Namelijk dat vrijzinnigheid heeft helemaal niets te maken met de vraagstukken over gaat het goed met de stad en wat voor soort drugsbeleid moeten we voeren en is het te druk. Het zijn andere grootheden, het is een ander type discussie.
Amsterdam is een vrijzinnige stad, dat zijn we altijd geweest, maar wel gedefinieerd in mijn ogen de juiste en traditionele zin, namelijk vrij denken tegenover bevangen denken. We zijn een stad van vrijdenken en vrijdenkers en dat is heel iets anders dan wat voor soort drugs kun je wel of niet legaal krijgen. Daar kunnen we ook heel lang over praten, ja. Dat is best een ingewikkeld vraagstuk en dat ligt bij de burgemeester, daar ga ik als eenvoudige wethouder financiën en economische zaken maar heel beperkt over. Maar ik denk dat we die scherpte wel moeten aanbrengen, anders doen we gewoon een begripsvervuiling. Maar tegelijkertijd heette de avond De Stad Waar Alles Kan, de reeks heet De Stad Waar Alles Kan. Als we achter die opmerking een vraagteken zetten, zegt u dan ja, dat klopt, dat is een probleem? De stad waar alles kan is een probleem? Ik vind dat hier helemaal niet. Nou, kijk, het is niet zo dat alles kan. Er zijn echt dat wel imago, hè? Dat imago, ja, dat nou, Amsterdam geeft. Dat is in het. Je moet ook een beetje het onderscheid maken, denk ik, tussen het imago van Amsterdam in het buitenland en in Nederland. En met name in het buitenland, bij een deel van de bezoekers van Amsterdam, is het imago een imago van een stad waar alles kan. Dat is ook voor een deel de reden waarom een deel van die toeristen hierheen komt. Nou, dat zagen we net in het filmpje al, die rare pakjes en zo. Ik voel me daar niet prettig bij. Ik denk dat dat niet goed is voor Amsterdam. Even los van het feit dat het overlast geeft en dat het gruwelijk irritant is als je daar op de wallen woont. En wat zou u daar als wethouder en als gemeentebestuur aan kunnen doen aan het imago? Nou, wat we daar deels, dat zit hem in twee dingen. Deels gewoon een aantal hele praktische maatregelen, maar ook deels gewoon daarover praten en aangeven dat niet het imago is dat je wilt voor de stad. En wat voor praktische maatregelen? Nou, daar moeten we later vanavond ook nog hebben. We hebben een heel aantal maatregelen genomen om de drukte te beheersen. Dat is best lastig. Het lijkt altijd heel erg makkelijk, maar dat zijn hele ingewikkelde maatregelen. Ook juridisch en in de uitvoering. Maar we zijn echt heel ver gegaan met het verbod op toeristenwinkels. We zijn bezig met een gedeeltelijk verbod op Airbnb. Dat is ook nog niet zo eenvoudig juridisch. Alles wat je tegenwoordig doet als gemeente komt voor de rechter. Dat is verder prima. Gelukkig maar toch? Ja, nou ja, weet ik niet. Gelukkig maar. Het is goed dat we een rechter hebben in elk geval. Maar daar moeten we wel goed over nadenken. Dus ik denk dat we daar heel, heel veel doen. En ja, de burgemeester heeft aangegeven, en ik doe dat samen met haar, dat we gaan kijken wat we in het voorjaar met de binnenstad moeten met de wallen. Er komt een plan van aanpak voor de binnenstad. Een masterplan, hè, wordt het al in de coulissen genoemd. Ja, een masterplan wordt dat genoemd. Maar dat is wel belangrijk. Daar denken heel veel mensen over mee. Ik ben ook heel erg blij met er zijn een paar politieke partijen geweest afgelopen week. Die hebben aangegeven dat we echt het debat aan moeten over de toekomst van het Wallengebied. Ja. Wat moeten we met de prostitutie daar? Hoe gaan we daarmee om? Nou, dat is wel voor het eerst volgens mij in 20 jaar dat er heel breed door allerlei partijen in Amsterdam op een serieuze manier over dat onderwerp wordt gesproken. Dat vind ik heel erg positief. Ik weet niet wat de toekomst van de wal is. Ik weet wel dat ik kan me echt niet voorstellen dat het er over 5 of 10 jaar nog net zo is als dat het nu is. Want het werkt niet meer. Maar even voor concreet, want dat duurt nog even. Hè? In de tussentijd kun je natuurlijk allerlei concrete maatregelen nemen. Dan bent u ook wethouder, bijna minister zeg maar. U bent nog wethouder van Financiën. Dus u gaat ook over de belastingen. Er komt een verhoging aan voor toeristen. Nou, zei uw voorganger Carolien Gerels gisteren in het Parool van toeristenbelasting, dat is natuurlijk wel een goede maatregel, maar daarmee pak je niet of laat je niet de dagjesmensen mee betalen. De Nederlandse bezoekers die niet overnachten. En daar zou je eigenlijk ook naar moeten kijken. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, daar heeft ze gelijk in. We zijn al een tijdje bezig om te broeden op wat kun je nou doen om die dagjesmensen mee te laten betalen. Want even los van de vraag, is het te druk en wat kunnen we doen om die drukte in te dammen? Als die mensen dan komen, dan moeten we er wel stad wat aan verdienen. Want dan hebben de Amsterdammers er ook nog wat aan. Zo simpel kijk ik er tegenaan. Die toeristenbelasting die is alleen maar voor hotelovernachtingen. Dus dat is prima. Maar we hebben een instrument om dagjesbezoekers, mensen die een attractie bezoeken, te belasten. Dat heet de vermakelijkhedenretributie. Ja. Nou, noem het maar een belasting op attracties. Ik denk dat je dat instrument kan inzetten om dagjesmensen en bezoekers aan de stad een bijdrage te laten leveren. Hij heeft alleen één tricky ding, en dat is waar we het gesprek over aan moeten gaan. Gaat het college ook komende maanden een stadsdialoog over aan? Wil echt met heel veel Amsterdammers over praten. En dat is, je mag geen onderscheid maken tussen Amsterdammers en niet-Amsterdammers. Maar om het alleen even goed te begrijpen, betekent dat dan dat bijvoorbeeld Artis ook duurder wordt voor Amsterdammers? Dat hangt er vanaf waar je het op doet. Maar als je het idee van Carolien Gerels neemt, die kwam met het idee om een soort toegangsprijs voor de wallen. Nou, of dat een goed idee is, weet ik niet. Maar als je dat doet, of als je zegt, nou, als je moet iets gaan betalen, een belasting gaan betalen als je naar het museum gaat, of als je naar de dungeon gaat, of weet ik hoe dat ding heet, of als je naar een festival gaat. Nou, verzin het maar. Je kunt van alles belasten.
Alleen je mag geen onderscheid maken tussen Amsterdammers en niet-Amsterdammers. Dus pak even het idee van Carolien. Als je zegt, we gaan een deel van de Wallengebied, van het Wallengebied afsluiten, ja, dan moet je kaartje kopen als je naar binnen wil. Dat betekent dat als wij met z'n tweeën, ja, samen een biertje gaan drinken in dat gebied, moeten we ook eerst een kaartje. Ja, nee, maar dat begrijp ik. Maar ik wil even niet meer over het... Nou, de vraag is of we dat willen. Maar u zegt, u wilt een dialoog, u bent ergens op aan het broeden. Maar ik begrijp dat u dus aan het broeden bent op een manier om te kijken of je Amsterdammers, of nee, laat ik dat anders zeggen, om dagjes mensen ook mee te laten betalen aan, nou ja, het ja, op orde houden van de stad. Ja. Middels tickets, toegangskaartjes voor attracties, maar dat u dat, nou ja, dat nog even aan de Amsterdammers voorlegt, omdat je de Amsterdammers, ja, precies, ook... Dat is precies wat het is. Dat is één van de mogelijkheden. We kunnen natuurlijk de toeristenbelasting verhogen. Dat is niet zo ingewikkeld. Dat is een percentage, ja, en dan verhoog je die gewoon. Dat kun je zo doen. Dan gaan we per 1 januari het trouwens, ja, ook doen. Maar iedereen zegt altijd, ja, bezoekers moeten ook meebetalen. We moeten het eerlijk, ja, verdelen. Dat staat ook volgens mij in al die verkiezingsprogramma's, ja, van vorig jaar stond dat. Bezoekers moeten eerlijk gaan meebetalen. Nou, dat is best een goed idee. Alleen, dat kan alleen, ja, als Amsterdammers ook gaan meebetalen. Maar voor diezelfde attracties. Staat, en daar wil ik graag het gesprek maar over. Maar hoe staat u er zelf in? Hoe is het iets dat u... Nou, dat u overweegt? Nee, want ik heb net aangegeven dat ik daarover het gesprek met de stad aan wil gaan. Mm-hmm. Dat is best een vergaand iets. Dat is best een vergaand iets. Als je zegt, we gaan festivals en attracties in de stad belasten. Ja. Hè? Dus als mensen van buiten komen, dan moeten ze daar, weet ik veel, 3/4 of 1 euro, ja, voor gaan betalen. Weet ik wat. Nu is het geloof ik 66 cent, die belasting. Dat is nogal wat als je dat gaat doen. En het is al helemaal wat als dat dan betekent dat Amsterdammers, ja, dat ook moeten gaan, ja, betalen. Nou, daar gaan we het gesprek over. Nee, maar u legt het niet zo niet voor niets voor. Dus Ik leg het voor. Wij leggen dat voor om twee redenen. Eén, omdat iedereen tegen mij roept de hele tijd, het moet allemaal eerlijker belast worden. Staat ik in al die verkiezingsprogramma's. Nou, dat kan. We hebben het uitgezocht. We hebben het al helemaal uitgezocht. Kan het? Het kan juridisch, kan fiscaal technisch, kan in de uitvoering. Maar dan betaalt de Amsterdammer ook iets mee. Dat is de consequentie, daar kan ik, ja, niks aan doen. En daar wil ik graag het gesprek over aangaan. Ja, als de hele stad zegt, nou, dat is echt het slechtste idee van de afgelopen 15 jaar, dan beginnen we er niet, ja, aan. Maar andersom, laten we daar, ook, laten, ja, maar andersom. Als, we kunnen het misschien meteen even... Nou ja, laten we daar maar het gesprek over aangaan. Wie zegt goed idee? Dan hebben we meteen even inzichtelijk voor de zaal. We gaan attracties meer belasten. Ja. Nou, meer belasten, duidelijk, zijn we snel klaar. Dat is opgelost, ja. Ja. Nee, zeker niet. Maar we hebben nu even hier iets, ja, proberen even iets concreets te vinden, wat niet in een masterplan over een half jaar, maar dat je snel zou kunnen doen. De wethouder wil het voorleggen aan de zaal, dus, of aan de Amsterdammers, dus het is eigenlijk een soort kleine steekproef. Maar ik zag twee vingers omhoog, meer niet? Dus, oh, 3, kijk, ja, nou, dat, hier, ja, politieke steun zie ik al, dus dat... Een soort managementgedachte. Ja. Eén seconde, mevrouw. Heel lang binnen de gemeente zelf, binnen het gemeenteapparaat zelf, een discussie woedt over kwalitatieve impulsen geven. En in het programmaakkoord van deze coalitie staat dat er iets van sociale infrastructuur moet ontwikkeld worden, cultuurhuizen, dus een sociaal-culturele buffer die weerbaar is in een wijk. In de wijken van Amsterdam, is een conditie om een wijk en cultuur en toeristenstromen aan te kunnen. Daar heeft u het niet over. Maar dat wil niet zeggen dat we dat niet doen, of dat ik het niet met u eens ben. Het is nooit of, mevrouw. Het is altijd en. Deze wethouder gaat ook over belastingen, dus in die zin is het niet heel gek dat daar in ieder geval ook aan gedacht wordt. Ik wil even een verdere vraag stellen. Hè? Want inderdaad, als we het hebben over de stad waar alles kan, nou, dan is dit een middel om in ieder geval te zeggen, we gaan iets meer managen, zodat we met z'n allen in ieder geval profiteren van de mensen die hier komen, toch? Want we willen er ook iets aan verdienen, zodat we daar andere dingen mee kunnen doen. Dat geld wat daar dan mee vrij zou komen, hè? Om dit blokje even af te sluiten. Hoe zouden we dat kunnen inzetten om bijvoorbeeld rondom dat drukke Wallengebied, dat imago van de stad waar alles kan, waar dan vooral buitenlandse toeristen of misschien ook wel Nederlandse vrijgezellenfeestjes een idee bij hebben, om daar iets aan te doen, om dat imago... Moeten we dat misschien investeren in omgekeerde city marketing? Dus op Schiphol grote posters, als u te lam wordt, dan beboeten we u keihard? Nou, misschien wel. Volgens mij doen we dat ook. We hebben laatst een campagne gehad in de binnenstad met al die posters waar dan stond... Er stond gewoon wat voor boete je kreeg als je in de gracht ging plassen en zo, dat soort dingen. Dus dat doen we ook al.
wel belangrijk om het aan te geven over die city marketing. In het buitenland, de Amsterdam Marketing maakt echt geen reclame voor dat deel van de stad en voor dat type activiteit. Dat doen ze niet. Dat is ook niet nodig. Die mensen komen even goed wel. Dat is een deel van het probleem waar we het over hebben. Dus dat gebeurt al jaren niet meer. Dat wij reclame maken voor het Wallengebied en voor dat soort zaken. Ze richten zich vooral op, zoals dat dan heet, kwaliteitstoerisme. Dus bijvoorbeeld volgend jaar is een Rembrandtjaar. Dat wordt in heel Nederland wordt dat gehouden, ook in Amsterdam. Nou, dat is dan iets waar ze zich op richten. Mensen die uit het buitenland speciaal naar Nederland komen voor het Rembrandtjaar. Ja. Misschien tot slot, want u bent hier om ook om inzichten op te halen van deze avond. Aan het eind van de avond gaan we daar met u dan ook nog even verder over in gesprek. Van wat heeft u gehoord waarvan u denkt, dat is een interessante richting. Is er iets waar u op hoopt, waarvan u zegt van, ik ben hier wel gekomen met het idee van, ik hoop dat we daar iets meer inzicht in krijgen. Of dat is voor mij nog een blinde vlek binnen deze discussie. Ik hoop gewoon eens een algemeenheid ideeën op te halen en ook gewoon een gevoel te krijgen voor waar is nou wel draagvlak voor en waar is dan geen draagvlak voor. Ik ben zelf wel heel erg geïnteresseerd in wat er hier gezegd gaat worden vanavond over de prostitutie in het Wallengebied, hoe mensen daar tegenaan kijken. En een ander heel belangrijk iets is natuurlijk, hoe zien we de rol van handhaving? Er wordt altijd heel makkelijk geroepen. Ik bezondig me er zelf ook wel eens aan, geef ik heel eerlijk toe hoor. Maar ja, we moeten meer handhaven. Nou, dat is ook zo. En beter en slimmer en meer. Maar handhaving, Ebert zei dat ook altijd, is altijd een sluitstuk. Als je je beleid alleen maar baseert op handhaving, dat gaat gewoon niet, dat werkt gewoon niet. Je kunt nooit al die capaciteit vrijmaken als je het verkeerde beleid hebt om het leefbaar te houden. Dus hoe zien we de rol van handhaving? Dat vind ik ook, ook interessant om op te halen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het idee met dit panel en het publiek dat u in ieder geval genoeg gevoel heeft aan het eind van de avond wat er hiervan gevonden wordt. Gaat u lekker weer zitten en dan komen we aan het eind van de avond bij u terug. Dankjewel. Geef een warm applaus. Wethouder Udo Kok. Laten we meteen nog iets dieper duiken. Want die meneer zei ook prettig. We zijn hier om over het imago te praten. Die vrijzinnigheid vooral ook. Laten we dat gaan doen. En laten we daarmee beginnen door raadsleden Diederik Boomsma en Femke Roosma naar voren te halen. Diederik Boomsma is fractievoorzitter van het CDA. Zoals ik zei, in 2014 schreef hij al dat de stad af moest van dat imago van de stad waar alles kan. Nou, dat is niet veranderd de afgelopen 4 jaar, die mening volgens mij. Nee. En Femke Roosma is fractievoorzitter van GroenLinks, momenteel de grootste partij in de stad. En zegt eigenlijk dat het vrijzinnige imago van de stad niet het probleem is, maar dat het misbruik die ervan gemaakt wordt, dat het probleem is. We gaan dus praten over die vraag of een belangrijke oorzaak van de huidige overlast dat imago van de stad is. Misschien eerst maar eens, mevrouw Roosma, herkent u het probleem van het beeld van de stad waar alles kan? Ik herken heel erg wat we de discussie over de binnenstad en de discussie over de overlast die daar speelt. En dat gaat verder dan drukte. Dat is ook inderdaad mensen die eigenlijk te veel vrijheid nemen. De kotsende Britten, zegt Frits Hoefnagel, dat beeld herken ik heel erg. Maar volgens mij moeten wij dat niet verwarren met het begrip vrijzinnigheid en vrijheid, wat voor Amsterdam cruciaal is. En ik ben heel erg bang dat het indammen van het ene, door zeg maar daar vrijheid en vrijzinnigheid bij te betrekken, leidt tot een soort van nieuw conservatisme, wat niet past bij Amsterdam. Dus volgens mij moeten we het vooral hebben over mensen die eigenlijk misbruik maken van vrijheid, die te veel ruimte innemen, omdat juist ook vrijheid grenzen kent. Hè? Mijn vrijheid kent de grens waar jouw vrijheid begint, zeg maar. Ja. Dus we moeten volgens mij ook heel erg praten over mensen die te veel vrijheid nemen, maar ook commerciële partijen die vrijheid uitbuiten, exploiteren en daarmee die overlast veroorzaken. Zonder dat hele idee van dat de stad waar alles kan. Het is natuurlijk ook mooi, hè, dat er alles kan. Dus ik wil dat niet met het gewoon weggooien. Ik wil dat koesteren, want dat creëert juist diversiteit. Maar heeft u dat idee? Want ik denk dat er veel Amsterdammers zijn die zeggen, ik mag ondertussen steeds minder in mijn stad. Ik mag niet meer barbecue in het Vondelpark of op sommige plekken, maar niet meer overal. Terwijl de toeristen op de Wallen, daar lijkt het wel alsof ze alles mogen doen. Dus als het gaat over de stad waar alles kan, naar wie kijken we dan volgens u? We hebben dus daadwerkelijk een probleem op de Wallen. En daar moeten we iets aan doen. Maar dan gaat het inderdaad over hoe dringen we daar terug. Dat daar te veel mensen zijn die misbruik maken van vrijheid. Ja. En die discussie moeten we aan. Maar ik zou daarbij niet het vrijzinnigheidsbegrip of het vrijheidsbegrip wat in Amsterdam zo belangrijk is willen weggooien. Ja. Meneer Boomsma, dat is een duidelijk punt. Hè? Je moet dat niet met elkaar verwarren. Het vrijzinnige imago van de stad heeft niks te maken met de mensen die daar misbruik van maken. Hoe kijkt u daarnaar?
Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook trots op Amsterdam als vrije stad. En die hele traditie en die geschiedenis die we hebben als stad waar je vrij kunt denken, inderdaad. Maar inderdaad is het volgens mij ook wel zo dat we op dit moment dat imago nu eenmaal hebben van stad waar alles kan. En ook als een soort seks- en drugswalhalla. Waar mensen uit de hele wereld naartoe kunnen komen om dingen te doen die thuis niet mogen. En dat, ja, dat lokt een sfeer uit, een bepaalde vorm van gedrag die juist tot overlast leidt. Dus ik denk inderdaad, maar laten we dan inderdaad met elkaar eens zijn, als het goed is, dat we vinden dat, zeg, dat je hier het feit dat je hier als Brit kunt komen om het lichaam van een straatarme Roemeense vrouw te gebruiken, dat dat niet een onderdeel is van die vrijzinnigheid. En het feit dat je hier allerlei drugs kunt gaan gebruiken, dat dat ook niet per definitie bij die vrijzinnigheid hoort. En dat we die dingen dus een beetje moeten gaan terugduwen. Drugs en seks zijn dingen die mogen en die moeten ook mogen. Het gaat erover wanneer veroorzaak je door dat drugsgebruik overlast bij anderen. En volgens mij is dat het punt. Dus als mensen hier naartoe willen komen, naar Amsterdam willen komen, om ook van deze producten, zaken gebruik te maken, dan moet dat kunnen wat mij betreft. Alleen de vraag is, waar gaat het een grens over dat het leidt tot overlast? En ik zou niet dus willen zeggen, wij moeten af van dat hier coffeeshops zijn of dat er vrouwen achter de ramen staan. Ik vind dat dat moet kunnen in Amsterdam. Ik vind ook dat we daar ruimte voor moeten scheppen. Zonder dat we dat moeten exploiteren of verkopen als product waar Amsterdam populair mee wordt. Ja. Ja, maar kijk, die dingen, prostitutie inderdaad, is een onderdeel van de stad en krijg je ook niet weg. Dat zie ik ook. En die softdrugs die zijn er ook. Alleen dat is volgens mij nog weer wat anders dan dat je het moet gaan vieren als een soort verworvenheid van de vrijheid. Of dat je het moet gaan zitten stimuleren en overal mogelijk maken. En als we het ermee eens zijn dat imago van Amsterdam als stad waar alles kan, dat heeft als effect dat veel mensen hier naartoe komen om zich op bepaalde manieren te gaan misdragen. Dan begrijp ik niet dat GroenLinks dus denkt dat wat we moeten doen is meer bordelen openen in de stad en allerlei andere drugs gaan legaliseren. Ja, dat gaat eigenlijk over het plan wat deze week gelanceerd werd. Ja. Hè? Of in ieder geval het idee om op andere plekken in de stad ook sekswerk toe te staan, zodat het spreidt door de stad en de druk op de wallen misschien afneemt. Is dat een goede samenvatting? Het is nooit vanuit de druk op de wallen gedacht dat voorste. Hè. Dat is er later aangeplakt. Wij hebben alleen gezegd, we zien dat sekswerkers zelf heel veel overlast ervaren van bijvoorbeeld tours die hun welkom aangapen en welkom aankijken, maar niet klanditie oplevert. En heel veel sekswerkers vinden dat vervelend. Die worden uitgejouwd, die worden verkeerd bejegend. En wij hebben gezegd, we willen ervoor zorgen dat die sekswerkers hun werk normaal kunnen doen. Dus we moeten eigenlijk meer werkplekken creëren, niet ramen sluiten. Want dat hebben we gezien wat dat voor negatieve effect heeft gehad. Maar juist meer plekken creëren op andere plekken in de stad waar zij normaal hun werk kunnen doen en normale klanditie kunnen hebben. Ik wil nog even een korte reactie hierop, want ik zie je zo. Dus ja, ik denk dat u het er niet mee eens bent. Nee, maar ik vind het een hele goede constatering dat we inderdaad zien dat het volgens mij een probleem is als prostitutie tot een soort toeristische attractie is verworden. En dat is nu het geval. Probleem voor de sekswerker met name, want daar gaat het om. Nou, ik zou zeggen ook voor de sekswerkers, want die inderdaad zitten natuurlijk ook niet op te wachten. Ja. Maar dan moet je volgens mij ook B zeggen en de volgende stap zetten. En dan zeggen, nou, dan moeten we misschien wel af van die raamprostitutie in de wallen. Want dat is nu hetgene wat een attractie is. Ja, en het sluiten van de ramen heeft juist de sekswerkers gemarginaliseerd, juist in de illegaliteit geduwd. En ik zou niet willen zeggen, we moeten ramen sluiten. We moeten alternatieve werkplekken openen, waar zij gewoon hun werk normaal kunnen doen. En dan bied je een alternatief. Er zijn ook veel sekswerkers die het wel fijn vinden om op de wallen te werken. Ik wil nog één punt voordat we naar het brede panel gaan, dit gesprek gaan verbreden. Hè. Als we het hebben, u noemde al bijvoorbeeld die tours die rondgaan. Ja. Als we het hebben over het imago van de stad waar alles kan. Je kunt zeggen, Amsterdam Marketing adverteert niet in het buitenland met ga lekker allemaal daar naartoe. Maar tegelijkertijd is dat ook niet nodig, want de British Tech Agency zegt gewoon, kom lekker langs. Wij zorgen dat u een mooie tour krijgt. Ja, maar die bedrijven zijn precies het probleem. Hè? Dus eigenlijk, wat kan de gemeente daaraan doen? Daar heeft wethouder Kok gelijk in, dat het ingewikkeld is om daar beperkingen aan op te leggen. Maar ik vind wel dat we dat moeten onderzoeken, want het gaat uiteindelijk over die vercommercialisering, die marktpartijen die misbruik maken van het vrijzinnigheidsbegrip en die dat eigenlijk willen verkopen als ware het een product. En dat is wat voor overlast zorgt. Dat is eigenlijk wat de partijen die te veel ruimte innemen. En ik zou heel goed willen kijken naar hoe kunnen we dat beperken. Met tours doen we dat al. Tour operator die niet zomaar meer in de wallen mogen rondlopen. Maar wat mij betreft kijken we daar verder wat we daar kunnen doen. Maar dan komt u toch in een paradox terecht, nietwaar? Want als u zegt het moet kunnen, je moet hier
A kunnen doen, je moet hier B kunnen doen. Dan kun je ook niet van mensen die iets aanbieden aan toeristen zeggen, dat mag wel een onsje minder, want tegelijkertijd is dat dan die vrijheid. Of is die connectie niet te maken? Nee, maar daar gaat het juist over, willen mensen er geld aan verdienen? Hè? Dat gaat over de dominantie van de markt, niet over het vrijzinnigheidsbegrip van iemand die kan zijn, wil doen wat hij kan, kan zijn wie die is en doen wat hij wil doen. Dan gaat het over het vercommercialiseren van dit product, vrijzinnigheid. Ja. En dat heeft niks met vrijzinnigheid te maken. Daar gaan we het zo ook uitgebreid over hebben, meneer Boomsma. Wat kan de gemeente doen om juist dat imago, wat dus blijkbaar zo landt, juist bij bezoekers of dagjesmensen, om dat aan te pakken, om bijvoorbeeld die tours? Ja, ik vind dat we die tours niet moeten toestaan inderdaad langs de rode ramen. Mm-hmm. Want ik vind dat inderdaad mensonterend. Dus, maar ik zou nog liever willen dus dat we die ramen, dat we daar inderdaad mee stoppen. Maar kijk, commercialisering, er wordt ook, ik denk dat we inderdaad een probleem hebben met massatoerisme. Alleen vrijzinnigheid commercialiseren. Ja, als je het viert, ja, dan gaan mensen ook bedrijven, die maken daar gebruik van. Dat is heel moeilijk tegen te houden. Ja. Dan moet je de oorzaken aanpakken. Ja. Dat is dus stoppen met vrijzinnigheid, zegt u dan? Nee, dat is niet stoppen met vrijzinnigheid. Maar ja, als je hier... Kijk, wat is dan de oorzaak dan uiteindelijk? Nou, als je het idee dat je hier je stad verkoopt als een soort seks en drugs wil hallen. Ja, nee, maar dat is helder. Volgens mij zijn de twee lijnen helder. En gaan we vooral ook naar de mensen die nu daar wonen en werken. Geef ze een warm applaus. Jullie mogen meepraten zo. Femke Roosma, Diederik Boomsma. Want we zweven er nog een beetje overheen, hè, waar we het nou precies over hebben. En ik denk dat we met jullie daar misschien wat concreter in kunnen worden. Laten we iedereen even voorstellen door een vraag in een rondje. Misschien om te beginnen, Bert Nap. U woont al op de Wallen sinds de jaren 70. U kent dat gebied door en door. U bent een actieve buurtbewoner die zich ook in de discussie mengt daarom. Kunt u misschien vertellen hoe dat imago van de stad waar alles kan, hoe dat zich manifesteert in gewoon, u loopt uw deur uit en dan, wat ziet u? Dan kom ik terecht in een uitgeholde stad. Ik kom terecht in een buurt waar ik verschrikkelijk te doen heb met al die toeristen die daar lopen. U heeft te doen met de toeristen? Ja, ja. Want aardig van als ik kijk in, nou, ik woon bij de Hoogstraat en de Damstraat. Hoe de toeristen daar rondlopen en wat ze voorgeschoteld krijgen in die straten, dan is dat triest. Ik zie daar toeristen rondlopen die gewoon niet weten wat ze moeten doen, want er is kennelijk niks te zien. Want alles wat er onder ogen komt zijn etalages met enorm veel potjes met spacecake, waar waarschijnlijk het gevaarlijkste product suiker is wat erin zit, want voor de rest zit er helemaal niks in. Maar dat wordt wel geadverteerd. Het is een alcoholbeschermd gebied, de Wallen. En ik zie daar werkelijk etalages vol met bier staan. Vandaag heb ik nog een foto gemaakt van een kleine supermarkt naast zo'n alcoholverbodsbord. Ja. Helemaal vol met Heineken. Ja. Dus nou, dat geeft een beeld. Nou, ik heb te doen dus met de toeristen die daar rondlopen, want ze krijgen alleen maar het meest laagwaardige voorgeschoteld. Hè, alsof het Nederlandse volksvoedsel bestaat uit Nutella-wafels. Mm-hmm. En voor de rest, ja, voor mij als bewoner is het triest, want er is geen diversiteit meer. Er komen geen bezoekers meer naar de stad die leuk gaan winkelen. He, ik word altijd heel erg gelukkig als ik in een andere stad ben en ik zie allemaal verschillende winkeltjes. Denk van, oh leuk, he, ik zie naast de ene winkel en de andere winkel die weer wat anders verkoopt. En dat is in uw buurt en dat houdt mij geïnteresseerd, ja. Dat trekt mij naar zo'n stad toe. Dat is bij mij in de buurt helemaal verdwenen, want elke buurt, nou, ze zijn er nog wel, sorry Annemiek, nee, je doet er heel erg je best voor. Maar ik zie dat uithollen. Ik zie langzamerhand zie ik de stad kaal gevreten worden. En dat zijn niet zozeer, denk ik, groot gedeelte van de toeristen die hier naartoe komen, daar heb ik mee te doen, want die komen voor die diverse stad. Die willen ze graag zien. En, maar er wordt geketerd op een type toerist dat die cannabis lobby wil. Er wordt geketerd op een type toerist die aan de onderkant van die toeristenmarkt zit. En dat maakt het dat een stad helemaal kaalgevreten wordt, zou ik zeggen. Dan kan ik meteen naar uw buurvrouw, Annemieke Bieringa. U bent winkelstraatmanager van Dam tot Stopera en ook de Zeedijk. Dus eigenlijk onderhoudt u de contacten met de ondernemingen, hè? En overlegt u ook met de gemeente bijvoorbeeld over hoe die straten eruit zien. Herkent u het beeld wat Bert Naps schetst? Nou, ik herken het ten dele, want de Damstraat, hè, waar het vanaf de Dam begint, dat is eigenlijk een straat waar bijna geen normale winkels meer zitten.
Er zit een, vooral veel horeca, maar ook winkelpanden die zijn ingenomen door souvenirwinkels of cadeauwinkels en eetwinkels. Dat is ja. volgens mij het grootste probleem in de binnenstad aan het worden. Het is, als je doorloopt en je gaat naar de Oude Doelenstraat, ik zeg wel eens gekscherend en dat is heel onaardig, maar de Damstraat lijkt wel voor het hoofdgerecht. Goedkope hoofdgerecht en dan de Oude Doelenstraat voor het toetje. En daarna gaan mensen naar links naar de Wallen. Of ze gaan, als wij geluk hebben, gaan ze recht door de Hoogstraten in. In de Hoogstraat is wel een heel divers aanbod aan winkels. En hoe komt dat? Dat is eigenlijk te danken aan het vastgoed wat daar zit. Daar zit bijvoorbeeld Stadgenoot, er zitten panden van de NVZ Dijk, 10-12 Inc is daar actief. En dat zijn wel de vastgoedpartijen waar winkeliers of waar retail ja. nog een plekje heeft. Dus in die zin deelt u wel in zekere zin wat mevrouw Roosma zegt over die vercommercialisering, dat daar misschien een slag verloren is in bepaalde straten? Ja, absoluut. En dat, daar ben ik al een paar jaar tegen aan het ageren. Maar het leek wel een paar jaar geleden alsof dat een onderwerp was wat niet, het was nooit een happy message. Dus het was een onderwerp wat eigenlijk niet leuk en bespreekbaar was. De ijswinkels, de opkomst. Daar werd in het begin van gezegd van nou, zit niet zo te zeuren. Want het waren eigenlijk winkelpanden waar een eetinvulling aan werd gegeven. Ik heb 2 jaar geleden een inventarisatie gemaakt van de 70 winkels die in de Bis van Dam tot Stopra zitten. Zijn er 35 vergeven, zeg maar, aan deels souvenirwinkels. Maar er zijn ook, dus de helft is puur toeristisch. Er zijn 20 eetwinkels bijgekomen in een gebied waar eigenlijk heel weinig wisseling was in het retail gebeuren. Dus dat is een hele snelle wisseling geweest. En we hebben het aangegeven, we hebben het te pas en te onpas duidelijk gemaakt. En er is inderdaad vorig jaar zijn de maatregelen opgenomen. Maar toen was eigenlijk, het was al te laat. Ja. Dus we krijgen het niet meer terug, zo het er nu uitziet. Tenzij het vastgoed gaat meewerken. En nou ja, het is 50-50 geworden. Ja. Barry van den Berg, u bent kroegeigenaar. U heeft Café Del Mondo op de Nieuwmarkt. Hartstikke mooi. Het is lekker druk in de buurt, toch? Dus als onderneming zou je zeggen, hartstikke fijn. U kunt lekker voor biertje stappen. Maakt u zich toch zorgen om dat, waar we het nu over hebben, dat beeld van die stad waar alles kan? Ja, daar maak ik me zeker zorgen over. Want natuurlijk is het fijn dat het druk is. Want ik heb een tijd nog wel meegemaakt dat het doodstil was in november. En zoals gisteravond heb ik een topomzet gehad. Die heb ik echt van de zomer nog niet eens gedraaid. Op een zaterdagavond in november. Dus kun je nagaan hoe druk het is in de binnenstad. Ja. Dat is fantastisch en dat is ook allemaal gezellig. Maar bij mij is het wat makkelijker, want die Nieuwmarkt is van huis uit al, daar zit meer ruimte. En waar meer ruimte is, is meer ontspanning bij de mensen. En je ziet die opgefokte sfeer vooral ook op de Wallen. Kleine straatjes, opgepropt. Winkel aan winkel hetzelfde. Nog even buiten of je de dames nou wel of niet wil hebben. Dames en of andere transgenders, mannen, weet ik veel wat. Wie er ook zit, dat maakt voor de rest ook niet uit. Ik denk eerlijk gezegd dat je die mensen gewoon moet laten zitten. En dat je veel meer moet gaan inzetten op kwaliteit eromheen. Want wat je echt ziet de laatste jaren is Nutella potten, to-go, troep. Ook bij Albert Heijn bijvoorbeeld. Die gaan helemaal mee in die gekte. En maar dat komt allemaal in de grachten terecht. Mensen zitten. Is dat iets waar uw klanten behoefte aan hebben? Want wie krijgt u binnen? Zijn het voornamelijk toeristen? Wij krijgen van alles binnen. Juist omdat we op het plein zitten, het verlengde van de Zeedijk. Mensen vinden de Waag natuurlijk prachtig om te zien. Ja. En uiteraard hebben we de spin-off van mensen die allemaal op de Wallen zijn geweest. Maar wat wij altijd zien, is dat opgefokte sfeertje heel snel verbeterd op het plein, juist door die ruimte. Omdat er ruimte is. Dus ik zou veel meer de ruimte die er is, benutten. Ja. Wat we bijvoorbeeld tegenkomen nu, heel kort, is zoals gisteren op een topavond, hè, was volgens mij ook nog museumnacht, moeten dan de terrassen sluiten om 10 uur. En wat wil je dan met al die mensen die op die terrassen zitten? Die mogen dus gewoon niet hun drankje genieten. Zittende mensen zijn van huis uit al veel prettiger dan staande mensen. Ik bedoel, je bent zelf voetballiefhebber. Er zijn geen staanplaatsen meer in stadions. Dat is niet voor niks. Maar bij Café Del Mondo kan je... Bij mij kun je wel staan aan de bar. Maar het gaat mij er gewoon om, als je dan die drukte aan wil pakken,
ga daar niet die mensen bijvoorbeeld opjagen. Want eigenlijk de connectie, hè, dan kom ik ook bij u uit, Joachim Helms. U bent voorzitter van de Bond van Cannabis Detailisten, eigenlijk voorzitter van de coffeeshops. Ja. U heeft ook een coffeeshop. En we hebben het eigenlijk ook over, waar zie je die manifestatie van de stad waar alles kan? Dat is op straat, want dat terras moet dicht om 10 uur, vervolgens gaan mensen de straat op. Hetzelfde is, ik loop wel eens in dat gebied of door de stad, voor de coffeeshops staan hele lange rijen. Ja. En daarbinnen, daar kom ik bijna niet. Ja. Hoe kijkt u naar deze discussie? Want de coffeeshop, het cannabis, is natuurlijk een van die dingen waarvan mensen zeggen, dit definieert nou die stad waar alles kan. Ja, nou, ik had een reactie gegeven op de artikelen die in het Parool stonden ook over dit onderwerp natuurlijk. En de kop van mijn ingezonden stuk was, er moeten meer coffeeshops komen. Als oplossing? Maar dat was, eigenlijk had er moeten staan, er hadden in eerste instantie niet minder coffeeshops moeten komen. Dat zal iedereen wel bekend zijn, er waren 220 coffeeshops ongeveer in Amsterdam. En zo'n 6 jaar geleden is dat, is 1/3 daarvan is geselecteerd en die zijn gesloten. Dus waaronder 22 in het 1012 gebied. En gaandeweg tijdens die sluitingen werd al duidelijk dat dat was een waterbed effect. En in het begin valt dat natuurlijk nog wel mee als je begint te drukken. Maar hoe meer je er sluit, hoe meer dat waterbed effect natuurlijk duidelijk wordt. En we hebben dat steeds aangegeven bij de gemeente ook. Stop alsjeblieft met sluiten, want het wordt veel te druk. In het begin was vaak de reactie, nou, wat lopen jullie nou te zeuren? Want je draait meer omzetten, hè? Net als op de Nieuwmarkt. Dat is, je zou wel blij zijn, meer omzetten. Maar het was al voorbij dat punt, want wij willen gewoon die sociale functie hebben ook. Niemand heeft er wat aan als het natuurlijk veel te druk wordt. En rijden voor de deur, daar zit niemand op te wachten, ook wij niet. We hebben een onderzoek laten uitvoeren bij de coffeeshops in de binnenstad. Waarbij duidelijk werd dat sommige coffeeshops wel 3-4 keer zo druk waren als voor de sluitingsronde. Nou moet je je voorstellen, als je 4 keer zo druk bent, dat heeft een behoorlijk effect op je onderneming. Ja. Maar er werd helaas niks met het onderzoek gedaan. Dat kwam eigenlijk omdat er lag een politieke deal op tafel met de minister van Justitie destijds. Dat wij in Amsterdam het ingezetene criterium niet hoefden te handhaven. Dat is eigenlijk dat je alleen maar verkoopt aan mensen die Nederlands zijn. Ja, die Nederlands zijn. Nou, dat zou voor Amsterdam al helemaal veel overlast veroorzaken. Dus gelukkig zijn we daar niet aan begonnen. Maar dit was eigenlijk ook geen hele goede optie om te doen. Dus het was toen eigenlijk belangrijk geweest om de politieke moed te hebben, zeg maar, om te zeggen... Dit maar is uw belangrijkste punt is eigenlijk het sluiten van die coffeeshops of daar harder op zijn, dat het er minder komen, heeft ervoor veroorzaakt dat er meer overlast is, op straat ook. Ja. Dus dat blijkt ook uit de artikelen. En het was niet mijn bedoeling om te zeggen, die overlast is er inderdaad. Ja. Maar het frustrerende was dat wij daar heel lang... We hebben er eigenlijk 6 jaar voor gewaarschuwd. Al in 2015 was het eerste overleg bij de gemeente. Ja. Met de politie en mensen van de gemeente en de handhavers. En toen hebben we ook gezegd, we geven jullie gelijk, maar het wordt nog veel erger. Ja. Want er bleef gedrukt worden natuurlijk. Als laatste, Arre Zuurmond, u bent de Amsterdamse ombudsman. U woont nu 3 maanden hè, op de Amsterdamse Wallen, ongeveer 4 maanden ondertussen. U doet daar onderzoek. Als u naar deze discussie luistert, of dit gesprek luistert, en uw ervaringen de afgelopen 3 maanden, hoe kijkt u dan naar waar we over praten vanavond? Dat idee van die stad waar alles kan. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik eigenlijk veel meer zie dan dat we tot nu toe hier bespreken. Een ding wat niet gezegd is, dat ik heel veel Amsterdammers zie die een graantje meepikken van de criminaliteit en de illegaliteit en het zwarte geld wat daar rondgaat in dat gebied. Ik zit wel op de Wallen, maar ik praat eigenlijk liever toch over het centrumgebied. Het is breder dan dat ik toevallig daar zit, dat is eigenlijk min of meer een toeval. Het probleem is breder dan de Wallen. Er zijn bijvoorbeeld 2000 illegale taxis. Dat zijn dus niet Uber-taxis, maar echt gewoon illegale taxis. Er gaat 4 kilo coke per dag door. Dat hebben we met elkaar verboden, maar het gaat er wel door. 350 illegale partyboten die daar feestjes geven en dat zwart afrekenen en eigenlijk binnen 2 maanden de investeringen in een boot van een ton terugverdienen. ATM's, er staan honderden ATM's en die ATM's die onttrekken zich aan het banktoezicht omdat ze van buiten Europa zijn geplaatst. Die kunnen ook bijgevuld worden door de ondernemers, dat zijn eigen witwasmachines.
Je krijgt ook geld als ondernemer om zo'n ATM daar te plaatsen. Uiteraard ongelooflijk veel bier drinken op straat, terwijl we hebben afgesproken dat dat daar niet gebeurt. Niemand die erop aanspreekt. Geluidsregels overtreden, met name in de nacht, geen toezicht daarop, terwijl het burgers niet kunnen slapen. Bedrijven en horeca die gewoon duizenden euro's per keer witwassen en dat volstrekt normaal vinden en een stukje meepikken. Kook is de norm op de middelbare school aan het worden. Het is uitzonderlijk om er niet aan mee te doen, in plaats van dat het uitzonderlijk is om wel mee te doen. Maar zegt u dan eigenlijk, we maken het hier veel te klein, het is veel erger dan we denken? Ja, het is veel erger. En mijn belangrijkste taak voor de volgende maand is te proberen de politiek ervan te overtuigen dat het probleem groter is, diverser. Dat het uit meerdere, wat wij noemen wicked problems, ingewikkelde problemen bestaat. En dat je als je een plan maakt, dat je je dan niet alleen op overtoerisme of op prostitutie moet richten. Maar dat je eigenlijk 6-7 verschillende problemen tegelijkertijd hebt. En dat je op al die dimensies maatregelen moet nemen, wil je het weer onder controle krijgen. Nou, we gaan zo naar die maatregelen toe, want dan komt u ook nog even hier naartoe om te vertellen wat u dan gezien heeft. We hebben nu een eerste rondje gemaakt met reacties. Misschien is het goed om voor dit moment dan te zeggen, wie zegt, nou ja, als we zo richting maatregelen gaan, we hebben dit nog helemaal niet meegenomen in de analyse wat er aan de hand is. Is er iemand in de zaal die zegt, ik wil toch daar nog even een opmerking over plaatsen? Ik kom naar u toe. Misschien als u even kunt staan en zeggen wie u bent. Ik ben Jacqueline Bulteman en ik heb een vraag aan mevrouw Roos. Ik schrik namelijk... Mevrouw Roosma. Roos, sorry. Ik schrik van de opmerking van de ombudsman dat kook de norm op middelbare scholen is geworden. Ik heb ook begrepen uit de Nationale Drugsmonitor dat het wietgebruik onder Amsterdamse scholieren veel hoger is dan elders in Nederland. Wat vindt u daarvan? Wat ik vind van kookgebruik is niet hetzelfde als wat ik vind van wietgebruik. Ik vind kook eigenlijk een drugs waar wij als samenleving veel meer een oordeel over zouden moeten hebben, omdat het eigenlijk de minste fair trade product is wat je kan gebruiken in deze stad. Het is zeg maar zo ondermijnd, er zit zoveel bloed en geweld aan vast. Het is zo slecht ook voor het milieu, voor mensen. En we hebben daar gewoon totaal geen discussie over. Dus ik zou eigenlijk coke veel meer in dat licht willen plaatsen, dat het eigenlijk gewoon echt een immoreel product is om te gebruiken, als je kijkt naar waar het vandaan komt, et cetera. Als het gaat over softdrugs, dan vind ik daar iets heel anders van. Dan vind ik dat we dat zouden moeten legaliseren, dat we de achterkant juist... Maar mag ik even... scholen natuurlijk niet. Nee, mag ik even iets vragen? Want begrijp me goed dat u, zeg maar, coke dan minder menselijk acht vanwege de duurzame karakter, maar niet vanwege de effecten op de gezondheid. Ja. Het feit dat het gewoon verboden is. Het is illegaal. Nee. Maar u vraagt, wat kan je daaraan doen? Ik vind dat wij een veel meer een discussie zouden moeten hebben. Dat het een immoreel product is en dan duurzaam, zeg maar niet alleen als het gaat over milieu-impact, maar juist als het gaat over sociale impact op waar het vandaan komt. En die discussie die is er helemaal niet. Op middelbare scholen, natuurlijk ben ik daar niet voor. Dat maar misschien tot slot dan even. Ik hoorde meneer, ik ken dat helemaal niet. Dat koken het nieuwe ding op middelbare... Is dat iets wat u herkent? Of? Nou, dat lijkt mij het nieuwe ding op middelbare scholen. Dat durf ik niet zo te zeggen. Nee, dat herken ik niet. Ik zag u ook uw microfoon dichterbij uw mond houden. Ik heb zelf kinderen, waarvan twee in de puberteit. En ik heb het zelf niet geconstateerd. Maar ik wil is twee, maar in ieder geval... U had hier ook een vraag, ja. Wie bent u en wat is uw vraag of opmerking? Ik ben Alice Kramer. Ik heb een vraag aan de heer Kok. Aan de rest van de kroeggemeente. Maar ik hoor alleen maar spreken over gevolgen en niet over de oorzaak. Amsterdam is groot aandeelhouder van Schiphol. 20% van de aandelen van Schiphol is in handen van Amsterdam. En ik hoor alleen maar de president-directeur van Schiphol praten via Lelystad en zo, allemaal slinkse trucjes over groei, zodat er nog veel meer mensen binnen gaan komen. Wil Amsterdam alsjeblieft beginnen om daar een halt aan toe te roepen? Eigenlijk wat u zegt is, we kunnen heel veel praten, maar zolang ze binnenkomen via Schiphol maakt het niet uit. Absoluut. Ja, dat is uw punt. Meneer Kok, dit was dan een vraag aan u direct.
Nee, daar wil ik wel wat over zeggen. Ik ben het helemaal met u eens dat die ongebreidelde groei van Schiphol, dat is echt iets van het verleden. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik nog maar heel weinig mensen tegenkom die dat propageren. Er wordt echt anders tegen aangekeken. Ook Schiphol zelf, de directeur van Schiphol, het college, dat willen we gewoon niet meer. Denk wel dat Schiphol, we moeten ons realiseren dat Schiphol een hele belangrijke functie heeft voor Amsterdam, voor de regio en voor Nederland. Niet om zoveel mogelijk toeristen binnen te halen, maar wel als hubfunctie. Ik moet heel eerlijk zeggen dat als ik met buitenlandse bedrijven praat, maar ook met bedrijven in Nederland, groot, klein, Schiphol hoort altijd in het rijtje van belangrijkste redenen waarom ze in Amsterdam willen zitten en zaken willen doen. Dus daar moeten we voorzichtig mee omgaan. Maar die ongebreidelde groei is echt iets van het verleden. Dat moeten we niet meer willen. In hoeverre deelt u de opmerking van die mevrouw dat het allemaal prima is, maar dat het dweilen met de kraan open blijft zolang Schiphol, ook al is het dan niet ongebreideld, groeit? Plus Lelystad, ja. Ja. Ja, maar dat is de slinkse truc, hè, Lelystad is Schiphol. Nou, ja. Daar ga ik me eventjes niet op in. Maar er is wel een goed punt dat die mevrouw aansnijdt. Waar we misschien ook nog over moeten hebben vanavond. En dat is het lastige is, Michiel noemde aan het begin van de avond die groeicijfers van bezoekers en toeristen. Dat zijn nu 17, 18 miljoen. Kan doorgroeien naar 24 miljoen, 30 miljoen. Nou, dat is maar net hoe ver je extrapoleert. En daar zitten twee problemen aan. Eén, dat zijn voor een groot deel, het grootste deel van de bezoekers nu al, dat zijn dagjesmensen. Geen mensen die in een hotel verblijven. En de vraag is, hoe krijg je daar grip op? Hoe krijg je grip op die aantallen? Is een hele ingewikkelde. Het tweede is, de mensen die hier met het vliegtuig komen, of met de bus, of met de boot, of met weet ik veel wat. Je kunt maar heel beperkt daarop sturen. Hè? Je kunt wel een paar dingen doen. Bijvoorbeeld de cruise terminal willen we stad uitdoen. Je kunt je ook de vraag stellen, moet dat allemaal nou verder groeien, die cruisevaart? Nou, misschien hoeft dat helemaal niet. Maar wat je niet kan doen, ik kom veel in Drenthe, omdat mijn schoonfamilie daar woont. Ja, daar kun je bij de Jumbo, het zegeltje sparen. Voor een bustripje naar Amsterdam. Dat is daar de activiteit. Dat vinden ze prachtig. Ja, dat kan ik niet verbieden. Nee, Dat wordt alsmaar meer. Ja, dat vind ik ook een hele ingewikkelde. Ja. We moeten gewoon goed kijken. Maar u wijst in ieder geval ook op de groei van dagjes mensen die wij vergeten. Misschien nog één vraag. Want mevrouw refereerde aan het aandeelhouderschap van Amsterdam. Hè. Bent u... De discussie over Schiphol, over de groei gaat vaak over duurzaamheid of geluidsoverlast, maar eigenlijk nooit over drukte. Bent u als aandeelhouder van plan om dat aan de orde te stellen? Activistisch aandeelhouderschap? Dat doen we continu, stellen we dat aan de orde. Amsterdam heeft net iets meer dan 20% van de aandelen. Dat is heel mooi, want dat is een kostbaar bezit. Daarmee zijn we een kleine aandeelhouder. 80% van de aandelen of iets onder 80% is van het Rijk. Het is goed... Ik weet ze vrij goed uit mijn hoofd, die getallen. Amsterdam heeft 20% van de aandelen. Daarmee zijn we een minderheidsaandeelhouder. Daarmee hebben we formeel helemaal niets te vertellen. Maar ook helemaal niets. Helemaal niets. Dat kan ik je echt garanderen. Okay. Meneer Nap, u wilde er iets aan toevoegen. En dan ga ik naar u toe, want dat had ik beloofd. En dan misschien... Ik onthoud u aan het eind van de avond. Dan gaan we daarna weer even door, oké? U houdt uw vraag vast? Ja. Meneer Nap, u wilde nog iets... U stak uw vinger op. Nou, ik wou even zeggen, voordat we terechtkomen in een hele academische discussie over getallen en toeristenaantallen en dergelijke die naar de stad komen en wat dat economisch voor Amsterdam betekent, denk ik dat we, als we hier zitten onder de vlag van de stad waar alles kan, dat we het ook moeten hebben over gedrag vooral. Mm-hmm. En die discussie mis ik tot nu toe. Ja. Mensen die denken dat ze hier werkelijk alles kunnen doen. En waarom denken ze dat ze dat allemaal kunnen doen? Wat hebben wij laten liggen om ze dat duidelijk te maken? Wat moeten we doen om ze dat duidelijk te maken? De spelregels van de stad. Nou ja, waarom denken zij, want dat krijg ik zelfs vaak te horen tegenwoordig, dat zij de stad gekocht hebben. He, Engelse toeristen tegen mij zeggen, als ik vraag, jongen, wil je het ietsje rustiger doen, want ik lig hier te slapen, dat ze zeggen van, ga toch weg, waarom blijf je hier dan nog wonen? Ik heb het gekocht, ik heb hiervoor betaald. En ik haal hier mijn drank, ik haal hier mijn drugs. En wat hebben we volgens u dan laten liggen? Dat is de omgekeerde wereld. Wat hebben we volgens u dan laten liggen, als u zelf een antwoord daarop formuleert? Wij hebben... De burgemeester zei, Amsterdam is altijd zo'n ondeugende stad geweest. En dat vind ik een hele mooie term. Hè. Ondeugend kun je zijn als je weet in je achterhoofd dat je ondeugend bent. Dat er een systeem bestaat waar je net even over de grens gaat. Dat betekent dat je die grenzen kent. En die grenzen die zijn voor de mensen die hier zitten misschien wel duidelijk. Wij hebben misschien in ons achterhoofd dit kan wel, dat kan niet. Maar die bezoeker, laten we nou even de Engelse braller nemen... Die heeft helemaal dat idee niet meer dat hij hier in een stad komt waar...
beschaafde omgangsvormen zijn, laat ik het zo even noemen, waar wel grenzen zijn. En wij geven dat veel te weinig aan. We geven het niet aan met onze handhaving. Alles is achteraf, alles is procesgestuurd. Als er iemand op de wallen loopt te gillen en er rijdt gewoon een agent langs op de fiets en die zegt er niks van, ja, dan versterk je het alleen maar. Ja. Dan kan het dus. Dus het begint al bijvoorbeeld bij meer handhaven. Hè? Als, ja, en dus daar, hè, gedrag en imago. Ja. Ik denk dat we daar een discussie over moeten voeren. Dat daar een heleboel. De stad kan een heleboel toeristen absorberen. Daar geloof ik echt in, want de stad is veel groter dan de Wallen. Maar als we daar het gedrag laten ontsporen en dat niet aangeven, dat we dat niet willen, dan laten we het liggen. Ja. En daar denk ik dat een hele belangrijke ligt. Ik had u beloofd om een. U mocht een suggestie plaatsen. Misschien dat u. Ook even wil staan en u kunt voorstellen en uw, u zegt, zei net tegen mij, ik wil een suggestie plaatsen. Nou, de uitdaging van u naar... Wie was u ook alweer? Ik ben August Deloor. Goed zo, dan weet de hele zaal. Ik woon 70 jaar in de binnenstad. Ik ben 50 jaar straathoekwerker in de binnenstad. Ik heb het allemaal meegemaakt van binnenuit en van onderaf. Dus ik wil graag wat aanvullingen maken op de suggesties. Kies uw twee belangrijkste, want anders dan zit u hier denk ik om 1 uur. Kijk, het allerbelangrijkste is dat de binnenstad staat op scherp. Er is heel veel aan de hand. Maar wat ik het enge vind, is dat het steeds verengt zich tot de morele discussie, wat steeds het vingertje gaat naar prostitutie en naar drugs. Ja. En dat is het niet. Er is veel meer aan de hand waarbij dan druggebruik en prostitutie een onderdeel bij speelt. Mijn ervaring is, als de moraliteit insluipt, hè, dat is bij Asscher ook 15 jaar geleden gebeurd toen hij met de upgrading van de binnenstad aan de gang ging. Ik had gehoopt, we gaan nu vanuit het politieke domein, publieke domein, vanuit bewoners, vanuit de functie van de binnenstad, gaan we die upgrading van de stad aanpakken. Maar het werd een discussie met het vingertje weer richting prostitutie en richting drugs. En dat herhaalt zich nu. En het punt is, ik denk, maak EasyJet dat stedentoerisme €200 voor een trein, voor een vliegticket. Ga aan de gang met een integrale aanpak voor het verbeteren van de kwaliteit van de binnenstad. En als je met een morele vingertje gaat wijzen, dan creëer je juist het omgekeerde effect. De Wallen zoals die nu is het resultaat van het aanpakken van peeshotelletjes, is het aanpakken van andere aspecten rond prostitutie. Dus een analyse, ik hoop dat Femke Halsema, die naar een nieuw prostitutiebeleid wil, dat ze een analyse maakt van de moderne ontwikkeling van betaalde seks, waar dan de raamprostitutie een onderdeel van is. En daarvanuit kan je denken of je het aantal ramen in de binnenstad van de Wallen moet beperken. Ik vind dat het beperken moet, maar vanuit een integrale visie. En dat geldt ook voor druggebruik. In 95 zei Schelte Partijn, ik ga pas naar buiten toe met mijn coffeeshopbeleid als er signalen uit de wereld komen voor legalisering van cannabis. Canada is gelegaliseerd. Amerika is aan het legaliseren. Met andere woorden, wil je iets aan je imago doen, in heel Europa moeten coffeeshops komen, dan hoeven al die toeristen niet meer naar Amsterdam te komen. Oké, dus we gaan een Europese lobby voor coffeeshops doen. Misschien is het een goed moment om dat meneer Suurmond even doorpraat over het onderzoek. Maar ik wil eerst aan meneer Boomsma vragen. Hier is een duidelijk pleidooi. Haal die moraliteit eraf, want daar heeft het gebied niks aan. Hoe kijkt u ernaar? Nee, kijk, volgens mij is zeker niet prostitutie en drugs alles of het hele probleem. Ik denk alleen dat het een onderdeel is wel van de problematiek. En moraal, ja, het is gewoon een praktisch, het levert een bepaald probleem, want het zorgt voor heel veel overlast. En moraal, ja, we hadden het net lang over gedrag. Ik denk dat het helemaal waar is. Je ziet inderdaad mensen die denken, je kunt alles maken en die zijn in een soort vakantiestemming van, die trekken zich helemaal niets meer van andere mensen aan. Ja, linksom of rechtsom, ook als je het over handhaving hebt en over gedrag, heeft dat morele aspecten. Dus we kunnen het volgens mij ook niet helemaal wegdenken. Nee. En ja, of kijk, inderdaad, als er overal in Europa coffeeshops komen, dan hoeven misschien mensen hier naartoe te komen om dat te gaan doen. Maar ja, dat hebben wij niet in de hand. En dus dan kan, ja, GroenLinks zegt, we moeten nu ook ecstasy gaan legaliseren, misschien andere drugs. Maar als we dat doen, ja, vooralsnog zijn die dingen ook illegaal in andere delen. Ja. Dus dat gaat het dan ook niet oplossen. Oké, laten we richting oplossing zijn. Want ik denk dat we behoefte hebben om te kijken naar wat kunnen we nou concreet gaan doen om dat gedrag bijvoorbeeld te sturen. Meneer Suurmond, we wilden graag even met u en Michiel in gesprek over, nou ja, de aanbevelingen. Misschien kunt u al een beetje vooruitlopen op het onderzoek dat u gaat presenteren. Geef een warm applaus, Arre Suurmond.
Hallo. Goed geslapen dit weekend? Ja, ik heb vrijdag en zaterdagnacht thuis geslapen in mijn huis in Delft. Dus oké. Okay. Ja, ik vraag nee, het, dat want is niet waar. U, dat is niet waar. Sorry, ik ben alweer een weekend. Afgelopen vrijdag heb ik hier wel geslapen. En? Ik denk dat ik 3 keer of 4 keer... Kijk, je ruggenmerg reageert op geschreeuw van mensen. Ja. En ik ben 3 of 4 keer diep in de nacht wakker geschrokken. En dan heb je dat adrenaline in je lichaam. Van mensen die gewoon keihard gillen. Je begrijpt eigenlijk niet zo goed waarom. Ja, en is dat dan een normale nacht? Of is dat, dat komt gelukkig niet elke avond voor. Maar het was inderdaad, dat is dan ook bevestigd, het was enorm druk. En ik begreep niet zo goed waarom. Nee. Maar misschien is er dan iets speciaals aan de hand. Ja. Ja. Museumnachtmachine. Ja. U heeft duidelijk een aantal de problematiek geschetst die in uw ogen nog veel erger is dan wat wij hier allemaal te bed hebben gebracht. Laten we even gaan kijken naar de oplossingen. Meneer Nap had over het gedrag van de mensen. Ziet u wat hij schetst als probleem, ziet u dat ook? Hè? Dat het in het gedrag van mensen zit? Zeker. En wat kunnen we daaraan doen? En ik noem dat dubbel verval. Hè? Op het moment dat je te weinig handhaaft als overheid, dan valt die norm weg. En dan gaan mensen op straat je ook daar niet meer op aanspreken. Ja, ja. Dus dan verlies je eigenlijk 2 keer zoveel handhavingscapaciteit. We weten uit de literatuur dat eigenlijk de helft van de handhavingscapaciteit moet niet van de overheid komen, maar die moet van de samenleving zelf komen. Iemand even op straat even terecht wijzen. Iemand aanspreken en zeggen, joh, dat is hier niet de bedoeling. Ja. Weet je, schreeuwen om 3 uur in de nacht is hier niet de bedoeling. Ja. Maar als er geen handhaving van de overheid meer is, dan voelen burgers en omstanders zich ook niet meer vrij of veilig om die norm te uiten. Ja? Ja. U heeft wel veel fans in de zaal, hè? Dat is altijd gevaarlijk, hè? Ja. Ik heb zelf een avondje geoefend in aanspreken. Ja, en? Klappen gekregen? Of, 2 van de 5 keer dat ik het durfde, want het is ook niet altijd dat je dat durft, als ik heel eerlijk ben, dreigde het uit te lopen tot meppen. Dat is... Dat door de bewijst, anderen, neem ik aan. Hoewel je er zelf ook wel... Je voelt die agressie opkomen natuurlijk. Als iemand tegen je zegt, hey, ouwe Gijs, met je kutkop wil je dood. Dat is niet een normale openingszin, zou ik maar zeggen. En was dat in het Engels of in het Nederlands? Of in Spaans? Nee, dat is in het Nederlands. In het Nederlands. Ja. Maar even, dus ik begrijp goed dat als meneer Nap het over gedrag heeft, dat u een deel van die oplossing ziet in handhaving. Zowel door de overheid als door... omstanders. En door ondernemers. En maar die handhaving is nu niet op orde? Nee, er is in feite een handhavingscrisis. Er is gewoon te weinig handhaving. Op het moment dat je daar te lang dat niet hebt, hè, handhaving, dan voelen te veel mensen zich vrij. Ja. En dan is ook wel, zeg maar, de duivel uit de fles, hè? De geest uit de fles, dan is het ook wel heel moeilijk terug. Want dan heb je eigenlijk een tijd extra strenge handhaving nodig voordat je weer wat relaxed kunt doen. Ja. En kunt u een voorbeeld geven van handhaving die niet werkt? Of die ze zijn er gewoon niet. Hè? Dus ze zijn er op donderdag en vrijdag en zaterdagavond. Ja. Maar ook niet na 3:30 s'nachts. Dus kroegen die tot 5:00 open zijn en zich dan niet aan de sluitingstijd houden, die worden door niemand aangesproken. Dat soort dingen. De Belastingdienst heeft letterlijk tegen mij gezegd, de Rijksbelastingdienst heeft letterlijk tegen mij gezegd, wij controleren niet op zwart werk en illegale arbeid in bepaalde delen van de stad, want wij hebben geen kogelvrije vesten, was het antwoord. Is best wel een heftig antwoord. Ja. Waarmee ze bedoelen, wij vinden dat eigenlijk te gevaarlijk om te doen. En daarom doen we het niet. Ja. Maar op het moment dat je dat niet doet, dan weet de andere partij ook, hey, ze doen het niet, dus ik kan kennelijk mijn... En dan word je de stad waar alles kan. Juist, ja. Ja. En is handhaving dan de enige manier om gedrag te invoeren? En zo nee, wat zouden de andere manieren dan kunnen zijn? Er zijn natuurlijk veel meer dingen. Je moet eigenlijk over die verschillende domeinen waar ik het over heb, over natuurlijk prostitutie en over toerisme, maar ook als het gaat om taxioverlast, geluidsoverlast, je kunt op allerlei plekken, moet je die norm weer herstellen. Ja. Simpel voorbeeld, hè, op de Warmoestraat, alle kroegen staan open en hebben versterkt geluid. Dat is eigenlijk niet de afspraak. De afspraak is, je hebt een sluis, 2 deuren. En je mag best wel versterkte muziek hebben achter die deuren, maar die deuren staan niet open. Ja. Er zijn trouwens ook wel maatregelen waarvan ik denk, kom overheid, je moet ook wel die 24-7 snappen. Wat bedoel je met 24-7 snappen? 24-7, nou, dat de economie 24-7 draait.
Als je om 9 uur 's avonds als laatste de vuilnisophaal doet en kroegen gaan of en restaurants gaan om 12 uur, 1 uur 's nachts dicht, ja, dan mogen ze van de Voedsel- en Warenautoriteit mogen ze geen voedselresten in hun restaurant houden. Ja. Maar die overheid heeft niks om dat op te halen. Ja. En als het buiten zit, dan zijn ze in, is er strijd met de overheid of met de gemeentelijke overheid. Als ze het binnen houden, is er strijd met de Voedsel- en Warenautoriteit. Dus, ja, die dubbele, die ja, tegengestelde. Dus dan zetten ze het buiten en dan denken de meeuwen, hé, dat is lekker. En denken er altijd, dat is lekker. Ja. Enzovoort. En nou zet Amsterdam natuurlijk ook in, we hebben om dat prijsmechanisme, zoals het heet, belasting in te zetten. Gelooft u daarin dat gedrag te beïnvloeden is door mensen bepaalde zaken te laten betalen? Nou kijk, het punt is, als ombudsman, hè, ik heb wel een aantal suggesties zelf, maar ik ga eigenlijk niet zo snel iets vinden van suggesties die op Oké, maar laten we dan even bij uw suggesties blijven. Dus we hadden dan de suggestie handhaving. Ja? Welke suggesties heeft u nog meer? Nou, ik heb bijvoorbeeld rond geluid. Hè, ik vind namelijk ook ontzettend belangrijk dat bewoners weer meer betrokken worden. Je moet dus als overheid niet zelf alle handhavingsactiviteiten ontwikkelen. Er is rond Schiphol al 15 jaar geluidsnet. Dat is een initiatief van burgers die om Schiphol heen geluid meten. En dat geluid meten doen ze met elkaar. Dan hebben ze een veel beter beeld dan de modellen van de overheid. En vervolgens kunnen ze op basis van die empirische meting kunnen ze geluidsoverlast. En dat zou ook in de wallen moeten gebeuren? Nou, misschien wel in het hele centrum. Ja. Om met bewoners samen een geluidsnet aan te leggen en te zeggen, zullen we nou als bepaalde ondernemers zich niet houden aan geluidsafspraken, kunnen we dan regelen dat die weer met die ondernemers in gesprek raken en dat er dan een soort empirisch gedeelde waarneming is van dit was inderdaad hard. Ja. Okay. Tot slot, u noemde ook even, net liet u het woord prostitutie vallen. Daar is de afgelopen week natuurlijk debat over gestart, eigenlijk een nieuw debat. Hoe kijkt u aan tegen raamprostitutie in dat gebied? Ja, dat is ingewikkeld. Hè? Ik ben de zoon van de dominee. Ik heb trouwens ook nog een zwart pak aan, dacht ik vanavond. Oh jee, wat heb ik nou weer gedaan? Maar kijk, ik heb daar geen mening over. Ik vind de vrije stad, hè, Amsterdam is een heerlijke stad. Die vrijzinnige stad. Ja. We hebben het niet over de moraal, hè? Maar over Ik vind dat veel moet kunnen. In het debat over drukte en imago van de stad. Ja, ik denk wel dat Red Light District, hè, dat een van de attracties is. En dat je dus op dat niveau met elkaar dat gesprek aan moet. Het is naast vrije drugs kunnen gebruiken, is het een van de redenen waarom veel mensen vanuit het buitenland naar Nederland komen. En om te kijken, maar ook af en toe toch om te kopen. Maar dat is dan wat dieper in de nacht. Maar wat moet je dan met zo'n attractie doen? Nou, ik ga niet verder dan heel erg blij zijn met het feit dat er nu eindelijk een politieke discussie over is. Wat daar precies de uitkomst van is, is echt aan de politiek. Dat is niet aan mij als ombudsman. Ik kan wel agenderen dat sommige dingen niet in orde zijn. Maar vervolgens moet de politiek daar een publiek debat over voeren en daar keuzes in maken. Nu is dus de laatste vraag. Wethouder Kok bezig, hè, met de burgemeester om een soort masterplan te maken. Handhaving en alles erop en eraan. Wat is nou voor u, wat moet daarin staan? Het allerbelangrijkste is wat ik er net eigenlijk al zei. Jongens, accepteer dat het probleem complexer is, groter en diverser in verschillende uithoeken. Dat gaat ook over crimineel geld. Het gaat over zwart geld en witwassen. Het gaat over heel veel meer dan alleen toerisme of prostitutie. En zorg nou dat je als politiek die complexe probleemanalyse met elkaar uitvoert en dan vervolgens daar maatregelen op verzinnen. En het niet proberen snel te verengen tot extra handhaving of tot de prostitutie weg. Want dan heb je het probleem te klein gemaakt en die oplossing gaat al zeker niet het gewenste effect bereiken. Oké, dank u wel. Ja. Volgens mij hoeven we in dit blokje oplossingen, maar ik kijk daarvoor even rond, het niet te hebben over de behoefte aan meer handhaving, toch? Die is breed gedeeld, mevrouw Roosma? Ja, die is breed gedeeld. En ik denk ook dat de constatering dat daar de afgelopen jaren te weinig aan gedaan is, dat een terecht is. Er wordt de komende jaren veel meer in geïnvesteerd. Het college maakt er echt tot uiteindelijk volgens mij 25 miljoen structureel extra vrij voor handhaving. En wanneer gaan we dat zien? Zeg maar, wanneer het begint vanaf volgend jaar. Hè. Dus er wordt vanaf 2019 worden er extra middelen voor vrijgemaakt. Maar burgemeester Halsma is deze zomer ook al begonnen met de lik op stuk handhaving. Hè. Dus het gaat ook over wat voor type handhaving doe je dan in de binnenstad. En ik denk dat die lik op stuk handhaving, daar zien we volgens mij goede resultaten van.
Maar het kan nooit genoeg zijn. Ja. Ja. Meneer Boomsma? Nee, ik denk dat het ook heel belangrijk is inderdaad om ook 's nachts toezicht te hebben. Want inderdaad, op dit moment is dat in veel delen van de stad niet het geval. Dus als iemand keihard begint te schreeuwen of al die dingen, ja, dan is er nauwelijks toezicht. Daarom hebben wij ook een pleidooi gehouden voor de zogenaamde nachtwacht 2.0. Dus een BOA's, handhavers die ook 's nachts gewoon aanwezig zijn. En dat bewoners die ook kunnen appen en weten van, nou, die kunnen dan meteen optreden. Ja. Barry van den Berg, als u hier naar luistert, we kunnen het inderdaad hebben over overdag op de Nieuwmarkt, maar het verplaatst natuurlijk vaak naar de nacht. U bent een vrij mondige kroegbaas, dus u kunt zelf wel flink uw mannetje staan, maar dat kan niet iedereen in die buurt. Wat zou de gemeente nou kunnen doen om u te helpen te faciliteren om dat gebied ook dan wat meer in de klauwen te houden? Zo'n nachtwacht, is dat een goed idee? Zo'n nachtwacht helemaal geen slecht idee. Microfoon. Nee, ik denk dat het helemaal geen slecht idee is, want juist de ellende begint zich te openbaren na een uur of 11, 12. Kijk, gelukkig zijn we in omstandigheid dat wij in die nachtelijke uren niet open hoeven te zijn. Want we zijn al bijvoorbeeld op een zaterdag om 8 uur 's morgens open. Juist ook om de marktkooplui te bedienen. En de mensen die marktstallen opbouwen bijvoorbeeld. Dus wij vinden het wel mooi om 1 uur 's nachts. Ja. Wij willen wel tot 3 uur door mogen. En, maar wat je dan wel ziet, is dat het een soort vrijstaat wordt. Inderdaad met taxichauffeurs, die eigenlijk helemaal geen taxichauffeurs zijn. Ja. En klanten proberen te ronselen. Toch weer straatdealers die in de rondte lopen, vrij agressief. En ja, de oplossing zou ik in het begin al zien in die plint, zoals dat volgens mij nog steeds in het jargon heet, om daar eens wat meer de boel op te gaan schonen. En met de plint bedoelt u het aanbod? Nou, ik bedoel gewoon puur de winkels die allemaal verdwenen zijn. En dat geeft een heel verarmd effect in die binnenstad. Ik vind altijd, en misschien is dat ook wel iets om naar te kijken, op het moment dat ik op de Nieuwmarkt sta, dan om 1 uur sluit dat, maar ondertussen bij de Albert Heijn heb ik al 30 sixpacks kunnen halen, bij wijze van spreken. Is er ook een gedeelde verantwoordelijkheid die jullie voelen als ondernemers samen? Of is dat maar een kleine groep en onttrekken zich daar ook? Nou, wij hebben zeker een gedeelde verantwoordelijkheid. Want ik ben al jaren onbezoldigd voorzitter van de ondernemersvereniging Nieuwmarkt. En wij proberen met z'n allen juist leuke initiatieven te ontplooien. Maar krijgt u daar alle ondernemingen in mee? Ja, zeker. Niet iedereen is daar even actief in, maar iedereen steunt wel de contributie. Maar we hebben een aantal nieuwkomers, en dat zijn toch wel vaak mensen van buiten Nederland, die zich echt onttrekken aan het collectief. En dat weet Annemiek Bieringa ook. En die loopt al jaren te lobbyen om mensen ook aan boord te krijgen voor zijn ondernemersvereniging. En die mensen zeggen, ja, luister eens, we betalen al genoeg belasting, wat ik mezelf ook nog even afvraag. Waarom moeten wij meebetalen met de kerstverlichting? Ja, ja. Waarom moet die kerstboom? Ja, ik bedoel, we zijn Koptische christenen, maar we betalen genoeg belasting. Wij gaan helemaal niet meebetalen. Nou, en daar lopen wij tegenaan. Annemieke Bieringa, we hebben het natuurlijk gehad over wat de politiek kunnen doen. We willen gedrag sturen. Welke rol kunnen ondernemingen oppakken? En is daar ook een type onderneming bij waarvan u zegt, ja, maar daar moeten we nou echt mee aan de slag? Want ik bedoel, we kunnen allemaal met goed bedoelende ondernemingen hier zitten die zeggen, we willen het allemaal mooier, maar ondertussen worden die cannabislollies met suiker nog steeds verkocht. En is dat volgens Bert Knapp een probleem in de straat? Nou, dat klopt ook. Ik zit in de ondernemersvereniging op de Nieuwmarkt, maar zit ook in een BIS. En een BIS in de Damstraat is een verplichte deelname, dus alle ondernemers die moeten meedoen. Dat schept toch een sterkere achterban, zeg maar. Maar er zijn inderdaad zeker ondernemingen die absoluut niet mee willen doen. En dat zijn ook vaak de ondernemingen die je eigenlijk niet, die dus niet voor die diversiteit zoeken. Dus je bedoelt de Nutella-winkels? Ja, dat zijn Nutella-winkels, allerlei vage eetwinkels. En die worden weer doorverkocht aan een andere vage eetwinkel. Dus dat is. En wat gebeurt er dan als u daar binnen loopt en zegt, nou, ik wil eigenlijk dat jullie ook je verantwoordelijkheid nemen? Ik neem aan dat u daar wel eens binnen bent gedoe. Ja, ik ga altijd braaf kennis maken. En ik krijg vaak alleen maar te horen wie er in de winkel staat. Vaak zijn de mensen zonder achternaam. En dan weet je van tevoren al dat je dus eigenlijk de mensen niet meekrijgt. Het gevaar is natuurlijk wel als die groep de overhand neemt, en dat ziet er toch wel een beetje naar uit, is dat je die achterban, dat die niet sterk genoeg is en dat je dus zo'n ondernemersvereniging moet opheffen. Ja. We hebben in de Damstraat vorig jaar weer een nieuwe ondernemersvereniging weten te krijgen die dus allemaal weer verplicht meedoen.
Op de Nieuwmarkt is het inderdaad, zijn er goedwillende ondernemers en een aantal die ja, gewoon nergens aan mee willen doen. En die, ja, die krijgen, dat waren de freeriders vroeger, dat zijn freeriders bij een ondernemersvereniging en bij een BIS. Dus bij een verplichte ondernemersvereniging blijven dat nog steeds de freeriders. Omdat je daar geen contact mee krijgt. Die houden niet van bedrijfsafvalcontracten. Die gooit gewoon bij het gewone huisvuil. Dat zijn toch de mensen die ze ontduiken aan de regels en hoe je het zou willen. Ja. Ik zou veel meer zien in bijvoorbeeld wat zich al bewezen heeft. Bijvoorbeeld, ik heb dit Jannie Albers ook gezien van NVC Dijk. Het opkopen van panden, het opstellen van hele strakke huurcontracten, die bandbreedte, heel duidelijk maken. Het vuur na aan de schenen leggen aan die ondernemers die daar toch, even op zijn Amsterdams gezegd, scheid aan hebben. Aanpakken die handel en zorgen dat dat straatgevoel, daar begint het mee. He, je zegt net, je bent een ondernemer die zelfs een mannetje wil kunnen staan, maar ik heb ook wel wat klappen gevangen. Ik kan me ook goed voorstellen dat Annemiek bijvoorbeeld, als die ergens binnenloopt voor de zoveelste keer en dat niet, niet welkom is. En Annemiek is daar vrij voorzichtig in en terecht. Maar daar moet de politiek echt iets aan gaan doen. Jongens, het begint op straat, achter die voordeur. Wat voor winkels wil je hebben? Wat voor bewoners wil je hebben? En daar begint het mee. En als het op straat rustiger, veiliger wordt, prettiger wordt, zal je ook zien dat dat drugsgebruik en het dranggebruik, dat gewoon veel meer in de klauwen blijft. Ja. Moet je het aanpakken. Ik wil zo naar Joachim toe om ook even te horen, wat gaan we nou meegeven aan de wethouders over dat masterplan van die binnenstad? Maar misschien eerst even, wat kunt u nou vanuit het college zeggen tegen zo'n ondernemer die zegt, nou, ik heb de klappen ook gehad, en we durven af en toe niet naar binnen bij plekken, omdat we denken, we krijgen toch nul op het rekest. Ja, maar ik denk dat dit ook wel een beetje de kern is. Hè? Eigenlijk werd het aan het begin van de avond ook al gezegd door mevrouw. Die zei, we hebben eigenlijk in de binnenstad verdwijnt ook een beetje de sociaal culturele functies en de goedwillende ondernemers krijgen steeds minder plek. Dus het gaat ook over, en dat heeft August Loor ook gezegd, hoe gaan we die binnenstad nou weer opwaarderen? Burgemeester Halsma heeft daarover gezegd, eerder al, van we hebben toen met 10-12 is er van alles gedaan, maar er was helemaal geen idee over wat er voor in de plek moest komen. En toen zijn er dingen weggeduwd en uiteindelijk werd in dat gat gesprongen door weer kwaadwillende ondernemers. En dan loop je achter de feiten aan. Dus ik vind het heel goed dat we met elkaar nadenken van hoe kunnen we nou die binnenstad weer opwaarderen, waar juist heel veel ook ruimte moet zijn volgens mij voor sociaal-culturele functies, voor wonen, voor leven, want dat is de kern. En dan is het ook veel minder een pretpark waar mensen gedrag kunnen vertonen dat we niet willen. U noemt nu eigenlijk wel iets interessants, want u zegt op dat moment bij 10-12 hadden we niet nagedacht over wat er in de plaats kwam. We zitten nu met een college en dan gebruik ik uw collegeakkoord dat de stad autoluw wil. Ja. Dat betekent dat er ook weer ruimte vrijkomt als het goed is in het Wallengebied. Is er ondertussen ook al nagedacht wat we dan met die nieuwe ruimte gaan doen? Nou ja, het is met welke richting u dan op denkt? Ik denk dat door het Wallengebied rijden niet zo heel veel auto's meer, maar inderdaad, nog wel gedeeltelijk. Nee, maar uiteindelijk is daar, uiteraard. Maar we moeten volgens mij niet alleen kijken naar wat dat voor hebben. Ik zou ook niet willen dat dat gelijk allemaal wordt ingenomen door terrassen bijvoorbeeld. Dus wat doe je met die openbare ruimte? Van wie is die openbare ruimte? En volgens mij is dat van ons allemaal. En ik zou zeggen dat we eigenlijk nu moeten nadenken, en daar wordt ook door het college aan gewerkt, aan een visie op de binnenstad. Van wat willen we dan wel in die binnenstad? Ja. En volgens mij zou dat ook heel goed onderdeel van dit gesprek kunnen zijn. Van wat zou er voor moeten in de plaats moeten komen? En dat is nog moeilijk genoeg om het terug te bevechten. Hè? Want die winkels, die wafel- en Nutella-winkels, die zitten er eenmaal. En om ze daar weg te krijgen, dat is eigenlijk ook al een moeilijke onderneming genoeg. Maar dat moeten we wel doen. Ja. Misschien dan, voordat we naar de zaal gaan, want dan hebben we ook nog 20 minuten om met de zaal in gesprek te gaan. Is er iets wat we nog niet gehoord hebben aan maatregelen? Dan begin ik bij u, waarvan u zegt, dat moeten we echt oppakken de komende jaren als we dit, de stad waar alles kan, en dan vooral in dat centrumgebied, hè, als we daar paal en perk aan willen stellen. Joachim Helms. We hadden het net over oplossingen en over het handhaven natuurlijk. Vanuit de coffeeshopbranche hebben we te maken met hele strenge handhavingsregels. En dat is alleen maar logisch en goed, want we hebben natuurlijk een unieke positie. Niet alleen in Nederland, maar internationaal ook. Dus dat is alleen maar goed. Maar ik ga ze niet allemaal toelichten, maar we mogen bijvoorbeeld niet afficheren. Dus je ziet geen hele grote cannabisbladen op coffeeshops en dergelijke. En ook overlast wordt heel streng op gehandhaafd. Dus als er klachten zijn, dan word je daar zeker op aangesproken. En dan kan je zelfs op gesloten worden.
Dus als er mensen heel druk staan te doen buiten, dan spreken wij ze daarop aan. Als er een vuilniszak is opgetrokken, dan ruimen we dat op. Het is gewoon eigenlijk logisch. Wij zouden het ook doen zonder de regels. Maar de handhaving is heel streng daarop. En eigenlijk heb ik daar nooit over nagedacht. Ik zie dat als vanzelfsprekend voor de coffeeshopbranche. Maar tegenwoordig, en we zitten hier nu allemaal bij elkaar eigenlijk van hoe gaan we dit nou oplossen? En wat voor regels moeten daarvoor komen? En als ik bij ons de hoek omloop, de Damstraat in inderdaad. En de Spacecakes vliegen je letterlijk om de oren. En er is heel veel overlast. Dan denk ik nu misschien wel dat het is tijd is om die regels misschien breder te trekken. En niet alleen maar voor de coffeeshop. Ja. Dat wat betreft handhaving. Ja. Maar dan ook graag, en dat hebben we misschien ook nog niet genoemd. Ik vind, als zolang de regels niet strenger zijn of zolang er geen handhaving is, dan denk ik dat in de tussentijd we met elkaar zullen moeten leven in deze stad. Dat geldt voor toeristen, maar dat geldt ook voor de bewoners. Want wij zijn in de Damstraat en de Hoogstraat heel hard doende om die buurt wat leefbaarder te maken. En er hoort ook bij dat er misschien minder auto's zijn, maar ook dat er op een normale manier gefietst wordt. En dat er op een normale manier met een toerist wordt omgegaan. Want ik fiets. Je bedoelt dat de Amsterdammer normaal met een toerist ik vind dat de bewoner van Amsterdam zich ook wel eens even achter zijn oren mag krabben. Ja. Ik ben er zelf ook eentje van. Maar dus dat er alles kan. Ik heb geen. Ja. Ik doe niet aan Airbnb. Ik fiets geen toeristen omver. Ik scheld ze niet uit door de woorden van meneer Zuurmond. Die hoor ik dagelijks als ik wat zeg van het fietsgedrag van andere mensen. Ik vind dat veel te veel gedoogd wordt. Bijvoorbeeld de schooljeugd die op zijn 16e staat te blowen. Het is geen moreel verhaal, maar ik vind dat het gewoon niet kan. Ik snap niet dat scholen daar niks aan doen. Dus heel veel gedrag van, ook van de Amsterdammer en de jeugd, waar we wat aan moeten doen met elkaar. In de tussentijd tot de strenge regels. Het klinkt als een groot beschavingsoffensief eigenlijk. Nou, eigenlijk wel, want ik vind. Ja. Ik ga naar u toe en ik kom ook naar u nog toe, want u had nog een vraag. En dan kom ik naar u. Ja. Misschien als u ook even wil staan en zeggen wie u bent. Wendy Pizarro. Ik woon op de ouderzijds Voorburgwal, vlak naast de Oude Kennissteeg. Dus ik zit helemaal midden in het ergste gebied van, volgens mij, van de Wallen. Ik heb een suggestie voor mevrouw Boomsma wat betreft. Roosma. Roosma, sorry. ik had ook niet Boomsma en Roosma ruimte, naast elkaar moeten zitten. Wat betreft die openbare ruimte. Het lijkt me heel goed om te zorgen dat ik gewoon zonder toeristen omver te hoeven fietsen met mijn fiets naar huis kan komen met mijn boodschappen. En wat is daar dan voor nodig? Nou, bijvoorbeeld een scheiding van voetgangers en fietsers. Ja. Wat betreft handhaving, ik ging gisteren vanaf het Amstelveld naar huis fietsen. Ik moest over het Rembrandtplein. Daar stonden, ik denk, 10 handhavers die mij verboden over een fietspad te fietsen. Want ik mocht daar niet fietsen, ik moest daar lopen. U mocht niet op een fietspad fietsen? Ik mocht niet op een fietspad fietsen, ik moest lopen. Het was 10 uur 's avonds, het was niet eens midden in de nacht dat het heel druk was. Daar is dus kennelijk wel geld voor, om handhavers. Ah, u bedoelt dat de handhaving op het Rembrandtplein ziet u? Er stonden echt 10 handhavers die 6 keer tegen mij zeiden, u mag hier niet fietsen mevrouw, u mag hier niet fietsen mevrouw. Wilt u alsjeblieft afstappen? Waarom is daar wel geld voor en waarom is er geen geld voor handhavers van mensen die overlast hebben? Nou, daar wil ik een antwoord van mevrouw Roosma op. Ik hoorde ook iemand uit het publiek zeggen, daar betalen de ondernemers daarvoor. Misschien dat Annemieke Bieringa, kunt u daar ook iets over zeggen over. Op het Rembrandtplein betalen blijkbaar de ondernemers daarvoor. Is het iets wat daar ook opgepakt wordt vanuit jullie? Of waar jullie over? Of vinden jullie eigenlijk dat de gemeente dat moet doen? Nou ja, het gaat er niet om of ik vind dat de gemeente moet doen. Alleen als je dus als ondernemersvereniging keuzes moet maken met een heel beperkt budget, dan denk ik niet dat we daar uitgebreid handhaving bij kunnen inhuren. Ja, in aanvulling. Nee, dat is het lastig. Nee, maar het zou volgens mij gaat als we een vraag over handhaving van ondernemers, dan zou het veel meer zijn over aanspreken van bijvoorbeeld klanten die met een sixpack of met 10 sixpacks de deur uitlopen. Hè. Dan gaat het veel meer over een soort van aanspreken van wat je wel moet doen. Dat doen wij heel erg. En nee, dat weet ik. Al jaren bezig met het ook met het alcoholverbod op de Nieuwmarkt. Precies. Partijen aanspreken. Ja. Maar daar hebben we dus wel de politiek voor nodig. Ja. Nee, precies. Maar dat zijn volgens mij dingen die vanuit die wij ook in gesprek met de ondernemers ook aan de orde kunnen brengen. Dat is wat anders dan directe handhaving. Maar op het punt van de openbare ruimte. Ja, ik ben het heel erg eens. Als de auto's weggaan,
Dan komt er automatisch natuurlijk meer ruimte voor fietsers en voetgangers. En dan kun je die verkeersstroom ook veel beter scheiden. En nu zijn fietsers en voetgangers zijn de verdrukten in de verkeersstromen. Terwijl we, als de auto's er niet zijn, levert dat zoveel ruimte op. Dus dat is natuurlijk ook een van de redenen dat wij die agenda Autoluw... Maar er worden wel fietsstraten gemaakt door de stad, waar de auto te gast is. Je ziet al dat steeds meer gebeurt, met de fietsstraat waar de auto te gast is. Maar dat betekent ook dat we ruimte moeten hebben voor de voetgangers. Dus dat de voetgangers niet zigzaggend over terrassen, over de stoep moeten gaan. Dus volgens mij is die ruimte er als de auto weggaat. Ja. En de fiets. Dan ga ik naar u. Ja. Wim Ruig, bewoner Amsterdam. Ik hoor, dank u. Ik hoor dat er een actieplan, een masterplan, een visie op de binnenstad komt. Ik ben benieuwd wat dat nu echt is, een masterplan, visie of dat integraal is. Want we horen hier een grote complexiteit van de... Komt men dus met een integraal plan? En ik hoor zeggen, binnenstad is gelijk aan het Wallengebied. Daarna is de binnenstad weer groter. Metropoolregio Amsterdam heb ik nog niet gehoord. Vragen aan het bestuur. En waarom zou u het in deze discussie... Wat zou u dan willen horen over de metropoolregio? Nou, dat de zaak is veel breder dan het Wallengebied of de grachtengordel of zelfs de pijp en de hallen en het Artisgebied. En het integrale, bijvoorbeeld als je de toeristenbelasting flink verhoogt, dan creëer je een fonds, als het goed is. Nou, misschien kun je het voormalige rechtsgebouw op de Prinsengracht, kun je dat ontdoen. Dus afbetalen van zijn hotelbestemming. En zo zijn er 100 dingen te verzinnen. Dus het gaat om een integraal beleid en niet het hapsnap van wat handhavers uit West trekken naar het Wallengebied of dit. Misschien als u het goed vindt, dan verzamelen we deze even voor het slotgesprek met wethouder Kok. Beginnen we daarmee, of het nou een masterplan, een visie of en hoe integraal het is. En ook, wat bedoelen we dan met die binnenstad? Hoe breed is die en wat valt daar wel en niet onder eigenlijk? Ja, oké, nou fijn. Ik kom naar u toe, had ik beloofd. Yes. Ja, ik erger me eigenlijk een beetje aan, vooral ook aan de titel van het hele debat, de stad waar alles kan. Ik denk als je er iets wil gaan veranderen en iets wil gaan oplossen, moet je een goed eigen beeld hebben. En ik denk dat Amsterdam helemaal niet de stad is waar alles kan. De vraag is of je dat moet willen, is weer een hele andere discussie. En daar hebben we het ook over. Gelukkig zijn er wel een aantal dingetjes genoemd, zoals de terrassen moeten om 10 uur dicht. Maar er zijn zoveel dingen die in Amsterdam niet kunnen. En zeker als dat imago in het buitenland er wel is, wat ook niet altijd functioneel is, denk ik dat we zelf ook gewoon... Zeker geen debat als dit moeten gaan noemen, dus dat we alles kan. Want daarmee geef je juist het signaal wat je dus eigenlijk helemaal niet wil geven als goede analyse van wat er eigenlijk aan de hand is in Amsterdam. Ja, want u vindt er niet. Kijk, de reden dat het zo genoemd is, is omdat dat beeld vooral in dat centrumgebied waar we het over hebben ontstaan is. Maar u zegt daarmee, het bevestigt zichzelf. Ja, en het is ook niet functioneel, want het is op een bepaalde manier wel waar, omdat er te weinig handhaving is en allerlei dingen fout gaan. En dat moet je ook absoluut tot een bepaalde hoogte in ieder geval aanpassen. Maar tegelijkertijd kunnen er ook heel veel dingen niet. En bijvoorbeeld de sluitingstijd in Amsterdam voor clubs en weet ik wat allemaal, is natuurlijk op zich van bijvoorbeeld Berlijn natuurlijk helemaal niks. Voor de Amsterdammer is het volgens u in ieder geval niet de stad waar alles kan? Nou, voor heel veel Amsterdammers in ieder geval niet. Denk ook bijvoorbeeld het hele krakerscene is natuurlijk volledig eruit gerost. En dat is los van die discussie of je dat nou wel of niet wil. Maar om nou onszelf neer te zetten als de stad waar alles kan, daar word ik echt bijzonder agressief van. Want het is gewoon... Oh, dat moeten we niet hebben. Het is zondagavond. Is er nog wilt u nog een reactie van iemand of zegt u, ik heb mijn punt gemaakt, het is goed zo? Nou. Oh, daar laat ik het bij. Daar laat ik het bij. Nou, en dan gaan we straks een goede borrel drinken. Ja. Nou, u was al bezig, maar de ik kom is ook eraan. Nog, ja. En dan ga ik naar boven voor nog een vraag. Een korte toevoeging dan, meneer Loh. Ja, dus de serie waar deze avond een sluitstuk is. Die heet de stad waar alles kan. Ja, dat is de serie in het Parool geweest. Ik heb me bijzonder bezorgd gemaakt dat toch behoorlijk veel sleutelfiguren aan het woord zijn geweest. Ex-interim burgemeester Van Aartsen enzovoort. En allemaal dat alles maar kan, de tolerantie en dat het stadhuis de andere kant op gekeken, dat was de teneur, de rode lijn. En dat heeft ertoe geleid dat het meest extreme waar ik mijn bezorgdheid over heb, over die denktrand, want het heeft niks met tolerantie te maken, dat waren twee vrijzinnige dominees. Die kwamen ook aan het woord in deze serie. En die zeiden, Amsterdam, dat is allemaal doorgeschoten. No-go areas, drugs, enzovoort, enzovoort. Dat beeld herkent u. We moeten een voorbeeld geven aan Singapore.
En in Singapore, als je druggebruiker bent, word je opgehangen. Ja. Nou, misschien moeten we Singapore sowieso buiten deze avond houden, maar ik hoor het u zeggen. Ik ging naar boven, want daar was... Nou, wie weet je nou, Michiel? Daar boven. Die meneer? Of die mevrouw? Ja. Nee, die meneer daar. Die meneer, ja. Ja. Gaat niet over Singapore? Nee. Oké. Okay. Nee, wie bent u? Ja, Niek Prast. En ik ben lokaal ondernemer in Amsterdam. En dan, niet horeca ondernemer, maar tourgids eigenlijk. Tourgids, ja. Ja, dat is niet misschien bij iedereen even geliefd. Maar wat ik eigenlijk vooral wilde vragen, en dan kijk ik ook een beetje naar de politiek. Want als tourgids, geboren getogen Amsterdammer, wil ik graag de stad laten zien hoe ik Waar geef je rondleidingen? In het Wallengebied? Ook op de Wallen, ja, ook op de Wallen. En daar geef ik ook altijd de gasten mee. Jongens, het is niet alleen maar een seksshow, Casa Rosso, het is niet alleen maar de bananenbar. Het is meer dan dat, hè. Het is de oudste buurt van Amsterdam. En waar ik eigenlijk een beetje mee zit, is ik weet niet helemaal hoe mijn toekomst als ondernemer eruit ziet. Want waar moet ik naartoe om te weten wat de volgende stap is? Want er wordt meer gereguleerd. Ja, zeker. En daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. De gidslicentie vond ik eigenlijk best wel goeie. Ja, het kostte me wel wat geld. Ik kan niet zoveel mensen meer meenemen, maar dat vind ik normaal. Hè. Hetzelfde als ik naar de Jordaan ga, ga ik ook niet met meer dan 20 man. Maar eigenlijk is je vraag, hoe kan in mijn toekomst, hoe kunnen wij de tourgids die zegt, ik wil op een verantwoordelijke manier mensen rondleiden? Meedenken. Misschien is dat de vraag voor mevrouw Roosma. Ja, dus ik probeer naar de wethouder te schrijven. Maar ik hoor u iets zeggen over de tour operators en de vercommercialisering van de binnenstad. Die meneer en die ondernemer die in die sector zit, zich zorgen maken over zijn toekomst? Nou ja, we hebben natuurlijk wel gezegd, we willen niet voor niks die vergunningen, omdat het was vrij. Dus iedereen kon gewoon met de groepen zo groot als hij of zij wilde door de binnenstad lopen. En ik denk dat het heel goed is dat we daar nu een bepaalde aantal vergunningen voor gaan afgeven. Hoe dat precies eruit komt te zien, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Dus daarom keek ik even naar de wethouder, of die daar misschien al iets meer van bedoel, weet. Dat er een plafond alleen ik vind komt het zelf dat het heel goed is dat het vergund is. En dat er ook eisen worden gesteld, ook aan groepsgrootte. Maar het zou ook heel goed zijn inderdaad dat tour operators misschien meer verantwoordelijk worden voor het gedrag van de mensen die ze rondleiden. Dat vind ik heel goed. Dus dat is de reden dat we het onder vergunningsstelsel brengen. Maar zit er ook een plafond dan op het aantal vergunningen dat de uitgever? Dat lijkt me uiteindelijk wel, ja. Dat lijkt uiteindelijk de bedoeling, ja. Meneer Nap, u hoort iemand, u ziet heel veel tourgidsen voor uw huis langstrekken. Er is daar een jongen die zegt, ik wil dat op een goede manier doen. Ik wil meedenken met de buurt, maar ik weet niet hoe mijn toekomst als lokaal ondernemer eruit ziet. Hoe kijkt u naar die tour operators of dan een kleine ondernemer die zelf toeristen rondleidt? Nou, ziet u daar onderscheid in tussen de welwillende? Ja, zeker. Nou, ik ben afgelopen maand onderwerp geweest van fake news. Oh. Want pakken we er ook nog even bij. Ja, ik ben namelijk heel erg betrokken geweest bij het ontwikkelen van eerst het convenant en later het vergunningsstelsel met de tour operators op de Wallen. Naar die groepen van 20 personen die u noemt. Dat zo'n maatregel werkt gewoon. Het is een harde maatregel. Er is heel hard voor gestreden om te krijgen. Er was in het begin in de tour operator branche nogal wat weerstand tegen. Maar langzamerhand zag de branche zelf ook in, en dat is het verantwoord ondernemer waar we naartoe moeten, zag de branche zelf ook in dat ze een onderdeel waren van hun eigen probleem. En gingen ze meewerken en was er eerst een convenant, dat deed nog niet iedereen ermee, dus toen moest er een vergunningstelsel komen. Dat werkt. En wat ik in het interview heb gezegd, in het begin liep iedereen met 40 man door de buurt. Nou, 40 man bij elkaar krijgen, daar ben je even mee bezig. En die moet je ook toeschreeuwen, dus dat is heel erg, waar je staat met die groep, heel erg vervelend voor de mensen die daar wonen. En dat is veranderd in een situatie waarbij een tourgids 20 man meeneemt. Even ergens staat, mensen staan snel om hem heen. Hij kan rustig even iets vertellen en is snel weer weg. Dus daar zijn verbeteringen gaan? Dat is een grote verbetering. En toen ik zei van, dat vind ik een goede verbetering en ik zie het in de buurt. En af en toe als ik naar zo'n gids zie, dan steek ik wel eens een duimpje tegen hem op. Dat is in het gemeenteblad terechtgekomen. En meteen, ik meen zelfs dat het Parool heeft gebeld naar de gemeente van... Wat is hier nou aan de hand? Welke wacko heeft dat bedacht? Ja. Er zitten daar nog meer toe. Ja, ik zie nog heel veel vragen. Dus ik denk dat we even gaan inventariseren. Ja, ik denk dat iedereen een reactie hierop heeft. Maar ik wil even inventariseren. Dan gaan we wat vragen verzamelen. U had een punt, aansluit. U had een punt. Dan ga ik nog even naar u toe en daarbovenin. En dan kijken we daarna even hoe we met de tijd staan. Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zo meteen denken, nou, ik
Ja, Esmeralda van Vliet. Ik ben bewoner. Ik woon tegenover de Grand, dus 10-12, maar het eigenlijk wat rustiger stukje. Heel kort reagerend op het aantal. Ja, 20 is eigenlijk nog steeds heel veel. Ik moet echt mijn kinderen even binnentrekken als op zondagochtend die grote groepen langskomen. Want ze stappen gewoon over de kinderfietsjes heen. Maar mijn vraag die ik wilde stellen, dacht ik, laat ik hem stellen aan een bestuurder. Want er is ook een wethouder aanwezig. Ik vraag me wel heel vaak af de laatste tijd, ja, waarom hebben we dit eigenlijk nog zo in deze vorm? En dan bedoel ik eigenlijk het soort entertainment op het andere deel van 10-12. Ik was er afgelopen vrijdag van 11 tot 12:30, omdat ik mee mocht lopen met een buurtschouw, dat is samen met de politie. En toen dacht ik echt, van nou, ik zie hier ook gewoon echt helemaal geen enkele andere Amsterdammer. Ik vroeg me eigenlijk ook wel af, ik zag bijna geen andere Nederlander, maar wel een paar natuurlijk, jonge jongens. Dus dan denk ik, ja, voor wie doen we dit eigenlijk en waarom hebben we dit op deze manier eigenlijk? Oké, schrijven we die even op voor de wet en dan bundelen we die en dan pakken we die allemaal in één keer op. Ik heb nog steeds uw vraag ook in de smiezen. En u had ook nog aansluitend hierop. Ja, Paul Gruter, bewoner van de Groenburgwal, dus vlakbij bij de mevrouw. Ja, vandaar dat ze goed aansluiten op elkaar. Heel goed aansluiten. Het idee dat dat zo'n succes is, dat is misschien het geval in het Wallengebied. Ik zie in mijn buurt, en ik ben niet de enige, ik zie totaal een ander verhaal. Daar geldt het niet. Nee, precies, daar geldt het niet. Maar dat is weer een beperkte discussie. We spreken over het Wallengebied, maar we zijn 10 meter over de brug. En ik ga hier niet herhalen wat gidsen tegen mij zeggen als ik zeg van nee jongen, je groep is te groot. En dan gaat het echt over 40, 50, 60 mensen. Zie de onvolprezen website Pretpark 020. Ja. En zie de Twitter-site en de Twitter-site Drukke Toestand. Misschien zijn de mensen ook wel hier aanwezig van. En zie de voorbeelden en dan zie je dat, ja, we praten niet alleen over het Wallengebied waar het gaat over die groepen. Het is veel breder dan dat. Ja. En natuurlijk, en dat is een andere opmerking, ik vraag me af überhaupt, als ik vroeger naar Parijs ging, vond ik het fantastisch om in mijn eentje Parijs te ontdekken. Hm. Wat is er in godsnaam in de cultuur geslopen dat mensen het leuk vinden om met 50, 60 mensen door... Daar gaan we wel de hele cultuuranalyse in. Daar kunnen we een andere aanvulling doen. Dit is maar geen antwoord, maar misschien Diederik Boomsma? Oh, ja. Misschien Diederik Boomsma 2015 er ook bij betrekken bij die regels. Zeker, bijvoorbeeld. Ja, goed staat idee. In het coalitieakkoord. Dat staat in het coalitieakkoord. Hierboven, u had ook een vraag, hè? Ja. Wie bent u en wat ik ben Diana van Laken, Veet Mandje en onbezoldigd secretaris van de BC Dijk. Hartstikke mooi. Wij zijn 140 ondernemers van allerlei pluimage. En ik wil er graag van uitgaan dat de meeste ondernemers zich werkelijk aan de gestelde regels, en me dunkt het zijn er nogal wat, willen houden. En een groot algemeen punt is, er is heel veel inconsequent. Als ik iemand met een biertje bij de stoeprand laat drinken, dan riskeer ik zelfs mijn vergunning op den duur. Maar Albert Heijn mag blik verkopen en mensen mogen met tassen over straat. Wat is er toch gebeurd met die APV's? Heeft iemand die doorgescheurd ooit? Want daar staat volgens mij al heel lang in. Het is verboden op de openbare weg te drinken. Openbare dronkenschap is verboden. Maar ineens moet daar nu een extra pakketje. Oh, dit is Nieuwmarkt. Oh, dit is Binnenstad. Oh, hier mag je nou geen alcohol. Hoezo? Dat is toch al heel lang aan de orde? Ik denk dus dat het al... Je kan zeggen, handhaving is een sluitstuk. Je moet weer terug naar handhaving. Je moet die regels, want die zijn er al een tijdje... handhaven. Oké, ik wil je zeggen, eigenlijk handhaven is niet het sluitstuk, maar het begin van de oplossing. Mevrouw Roosma, ik zie u. Nee, ja, dat ging nog één vraag doen. Volgens mij hebben we het daarover dat we inderdaad, we moeten gaan handhaven en we moeten dat kan de gemeente moet de gemeente voor een deel zelf gaan doen. Daar zijn we ook mee begonnen op het Wallengebied. En dat wordt de komende jaren volgens mij ook uitgebreid. Daarnaast is het inderdaad dat we ook met supermarkten, en dat is mevrouw Halsma al aan het doen, burgemeester Halsma, ook overleggen dat zij niet zomaar zulke grote hoeveelheden drank inderdaad met mensen de straat opsturen. En daar hebben de ondernemers ook een rol in. Ja. Laatste vraag ga ik aan u geven en dan gaan we naar wethouder Kok. Oh, sorry, u krijgt nog de bonusvraag dan zo. Ja, belofte maakt schuld. Ja. Mijn naam is Hans-Onder van den Berg en ik run een bed and breakfast en ik ben medevoorzitter van de Vereniging van Amsterdam Gastvrij. Ik wou twee opmerkingen maken richting de discussie zoals u nu geweest is. Ik ben ontzettend blij met wat vooral door de heer Zuurmond ook te berden is gebracht, maar ook wat door anderen is bevestigd, dat deze keer nou eens een keer niet alles op één hoop wordt gegooid. Dat echt een poging wordt gedaan om een analyse te maken van wat het verschil is tussen drankgebruik,
tussen cannabisgebruik, tussen toeristen, tussen mensen die in Nederland ergens vandaan komen. De parties die gehouden worden voordat je gaat trouwen. Hartstikke fijn. Dat zijn allemaal hele verschillende dingen. En de tweede waar ik ook enorm op wil aandringen, dat staat ook op onszelf, is dat de oplossingen ook gezocht gaan worden samen met de ondernemers zelf. En dat hoor ik ook dat daar gebeurt en dat geldt ook voor ons. Dat we dat graag samen doen. Nou, dat is een helder punt, helder statement, schrijven we erbij. Ja, ik had het u beloofd. Ja, ik ben dus een van die dominees, dus ik voel me toch even... dat snap ik, ja. Ja, Visser. Singapore, ja. Excuus dat ik het voorbeeld van Singapore heb genoemd, want het allerlaatste wat we willen is dat hier mensen natuurlijk worden opgehangen en geëxecuteerd. Dus dat is een beetje onkundig geweest. Het was eigenlijk bedoeld om dat aan te geven wat u zelf ook aangegeven hebt. Dat ze het in Amsterdam zo gaan inrichten dat het ietsje gezelliger zal worden en dat we het goed met elkaar houden. Dus dat er ruimte is voor iedereen en vrijheid. En dat begint dan, en ik vind het heel mooi wat hier ook werd gezegd, een beetje handhaven, maar dan in de zin van niet aan het eind, maar aan het begin, als het over die vergunningen gaat. Zodat Amsterdam weer zijn eigen glans kan terug krijgen. Nou, nog één ding, laatste ding, dat hoort er ook een beetje bij, daar ben ik ook dominee voor. Ik denk als we het over vrijzinnigheid hebben, dan hoort daar ook echt humaniteit bij. En dat zou ik echt toch willen zeggen, bij humaniteit hoort geen vrouwenhandel. Dit is niet een oproep om alle ramen op te ruimen in Amsterdam. Maar alsjeblieft, geen handel in vrouwen. Dat wil ik erbij zeggen. Ja. Ik denk dat... voordat wij alle vragen vergeten die we nog moesten stellen, is het een goed moment om mevrouw Kok, of meneer Kok, ik zat naar die mevrouw te kijken en toen was ik... Het wordt een gekke avond zo. Ik zou u graag vragen nog een keer naar voren te komen. Wethouder Udo Kok, geef hem een warm applaus. Ja, dat was een hele vrijzinnige opmerking, maar het is allemaal helemaal goed. Dank je. Ja, ik heb er geen moeite mee hoor, ik ben ook heel vrijzinnig. Dus. Misschien heel even, want er werd ook om gevraagd, dat masterplan of die visie of wat jullie aan het maken zijn, hè? Of met de burgemeester, u en de burgemeester. Wat is dat? Nou, er werd al net, dat is ook heel erg in natuurlijk, het woord integraal gebruikt. En dat is heel erg belangrijk. Ik wil gewoon zeggen, we zijn naar al die problemen in de binnenstad aan het kijken. De drukte, de overlast, de problemen die we met handhaving hebben, de diversiteit van het winkelaanbod. En we gaan nou eens allemaal dat bij elkaar vegen en kijken of we op een intelligente manier daar één plan voor kunnen maken. Dat is gewoon wat het is. En ik denk wel dat het belangrijk is dat we dat voor nu even beperken tot de binnenstad. Want als je het weer heel groot maakt, een deel van die problematiek speelt natuurlijk ook in andere delen, in de pijp en in delen van Oud-West. En wat is dan die binnenstad, om het toch even helder te hebben? Nou, ik denk dat we het voor nu vooral zouden moeten richten op de oude binnenstad. Want de grachtengordel, daar speelt die problematiek gewoon nauwelijks of veel minder. We moeten echt even beperken tot de oude binnenstad. Dat is natuurlijk wat groter dan Wallen. Maar ik denk dat een groot deel van de problematiek zich op dit moment concentreert in de oude binnenstad. En dan binnen die oude binnenstad weer op het Wallen gebied. Ik denk dat daar eigenlijk alles samenkomt. Ondermijning, drukte, de problemen die er zijn met prostitutie. Want ja, die vrouwenhandel speelt daar ook een rol. Dus ik denk dat we ons daar voor nu eventjes in dat plan althans op moeten richten. En wat ik daar nog verder nog over zou willen zeggen is, denk dat het, dat vind ik ook wel de waarde van deze avond en dan van mensen die gesproken hebben. Het is toch wel een klein beetje een soort testcase, hè, dat Wallengebied. Dat mogen we niet verliezen. Ik denk dat we dat echt heel hard zullen moeten werken de komende jaren. Omdat, dat klinkt misschien een beetje dramatisch, ik wil niet dramatisch klinken, maar om dat voor Amsterdam te behouden. Het is namelijk ook gewoon een fantastisch gebied. Gewoon heel erg waard om voor te vechten. Om dat onderdeel van Amsterdam te houden en niet te verliezen aan alleen maar brakende Britten. En dat klinkt nog als een behoorlijk lijstje. Wanneer denkt u dat klaar te hebben? Nou, de burgemeester heeft aangegeven, ik doe dat samen met de burgemeester, dat we in het voorjaar met dat plan komen. En daar zullen dus een reeks aan maatregelen in staan. De burgemeester is ook bezig met het prostitutiebeleid. Nou, er zijn ook allerlei nieuwe ideeën en meningen over. Dat zit echt in beweging, dat debat. Dus daar gaan we ook naar kijken. Maar in het voorjaar moet daar... Oké. Nou is er een aantal punten genoemd hier. Misschien moeten we ze dan toch even afgaan.
handhaving. U noemde, of burgemeester Van Laan noemt dat de sluitstuk. Ik krijg toch het gevoel dat hier vanavond flink gepleit wordt om dat naar voren te halen en daar eens mee te beginnen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ik denk dat, er moet beter en meer gehandhaafd worden. Daar is iedereen het over eens. En dan is het heel makkelijk voor mij om te zeggen, we gaan 25 miljoen extra erin steken. Dat is ook zo, maar er is natuurlijk meer nodig. En daar komt weer dat woord integraliteit, dat een beetje vervelend ambtelijk woord is, maar wat wel belangrijk is. Als je alleen maar meer handhaving doet, maar verder niet nadenkt over een deel van over de oorzaken, dan werkt het niet. En ik weet niet even meer wie ik precies moet aankijken, maar er werd bijvoorbeeld net ook dat voorbeeld genoemd. Maar één voorbeeld, hè, van de verkoop van alcohol in het Wallengebied. Als er ongebreideld de hele dag door onbeperkte beschikbaarheid over alcohol is, en er lopen 30.000 mensen door het Wallengebied, zo op drukke dagen, 30.000 per dag, dan kun je best handhaven op het alcoholverbod daar. Ja. Verbod op consumptie van alcohol in de open ruimte. Maar dat is onbegonnen werk. Dus dat is dan integraliteit. Kijk, die meneer aan die dat zei, dat is zo belangrijk. Dat is ook belangrijk. Je moet en kijken naar, maar even in economische termen, de aanbodkant. Wat is er beschikbaar aan alcohol? En wat consumeren mensen? Maar en welke middelen heeft u? Wat ook al gezegd wordt, welke middelen heeft u? Deels kunt de APV gebruiken, je kunt een aantal verbodsbepalingen opnemen. Maar wat je ook kan doen, want je kunt niet alles verbieden. Dat is best nog juridisch ook gewoon ingewikkeld. Wat je wel kan doen, en daar is de burgemeester ook al mee bezig, is bijvoorbeeld afspraken maken met ondernemers. En dan gaat het dan bijvoorbeeld om die, we hebben afspraken gemaakt met ondernemers op het Rembrandtsplein over die pubcrawls. Er zijn gewoon goede afspraken over gemaakt met ondernemers die echt wilden samenwerken met de gemeente. We zijn aan het kijken of we afspraken kunnen maken met ondernemers in het Wallengebied over die verkoop van alcohol. Dus dan niet in de horeca en cafés, maar gewoon in de Alphen. En wat voor afspraken zou dat kunnen zijn? Nou, daar is de burgemeester mee bezig, dus dat laat ik eventjes haar. Maar dat kan van alles zijn. Je kunt gewoon afspraken maken over, moet je dat nog wel na een bepaald tijdstip verkopen? Of moet je dat nog wel überhaupt verkopen? Kun je van alles maken. En is dat dan ook dus dat is denk ik heel erg belangrijk. Dat is een goed punt. En dat maakt hem ook gewoon zo lastig voor ons. De Albert Heijn heeft bijvoorbeeld geen vergunning nodig om kratten bier te verkopen. Maar is wel onderdeel van het vraagstuk. Hè? Dus niet alleen maar handhaving, ook belangrijk. Maar ook die aanbod van alcohol buiten de horeca om, noem ik hem even, is onderdeel van het vraagstuk. Dus daar kunnen we wel afspraken over maken. Met andere winkels. En zou dat ook kunnen, hè? Want er werd net ook genoemd de plint. Hè? Ik kom de laatste tijd ook vaak in dat gebied voor die artikelen en ik hoor toch heel vaak mensen zeggen van, joh, er zitten zoveel vage winkels, hè, met cannabis lollies en Annemiek zei ook van met mensen die hun achternaam niet willen geven, vragen of ze nog wel belasting betalen. Is het niet mogelijk om daar wat meer aan te doen, om met de FIO daar eens naar binnen te gaan en te kijken van, joh, wat speelt hier allemaal? Ja. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook. Hè. We hebben de BIBOP-regeling. Er zijn allerlei juridische instrumenten om daar naar te kijken. Dat gebeurt ook. Ik bedoel, dat ligt exclusief in het domein van justitie en politie en de burgemeester. Dus dat laat ik eventjes aan hem, maar dat gebeurt ook. We hebben, misschien, dat instrument had je eigenlijk misschien wel eerder willen hebben en misschien ook eerder willen inzetten. We hebben natuurlijk het instrument van het voorbereidingsbesluit, ook wel bekend als het verbod op toeristenwinkels. Op nieuwe toeristenwinkels. Nieuwe toeristenwinkels, absoluut. Dat is waar. Die oude winkels kun je niet weghalen. Een ondernemer die een vergunning heeft die ergens zit, ik vind daar ook wat van. Ik vind het ook jammer dat eenzijdig aanbodje, wat je in deel van die straten ziet. Maar je kunt de nieuwe kun je wel tegenhouden, dus dat doen we ook. En wat we ook wel doen, en dat lukt de ene keer beter dan de andere keer, moet ik zeggen, is afspraken maken op straatniveau met vastgoedeigenaren en met ondernemers over wat voor winkels komen erin, aan wie wil je je pand verhuren. En dat, soms gaat dat heel goed, in de Hoogstraten bijvoorbeeld gaat dat goed. We zijn er nu ook mee bezig in de Spuistraat. Andere gebieden gaat het soms wat minder, maar dat is ook een afspraak. Misschien Barry van den Berg, je wil er iets aan toevoegen? Nou, toevallig zijn we op de Nieuwmarkt zelf als ondernemersvereniging geïnteresseerd om een aantal verloren zaken, zoals bijvoorbeeld een mooie bakkerszaak, Kloppenburg, en een stoomrijtje die daar jaren heeft gezeten, en nog wat andere zaken, om dat terug te krijgen. Maar daar zit nu zoveel, is er zoveel interesse voor om iets dergelijks weer voor te zetten, dat die mensen gewoon hoge overnameprijzen kunnen vragen. Ja, ja. Dus wat je nu krijgt is, ze komen er niet tussen. In een zaak die geen horecavergunning heeft, dat daar wel bijvoorbeeld een hele hoge huur per vierkante meter wordt gevraagd. En dat mensen daar
best wel van hun zaak af willen, maar dat daar 200.000, 300.000 euro per zaakje voor wordt gevraagd. Is allemaal te doen. We kunnen die panden, die kunnen we niet meer kopen als kleine ondernemertjes, want daar komen we niet meer tussen. Maar misschien kunnen we wel iets in een privaat-publieke samenwerkingsverband doen om dat te voorkomen. De koppen bij elkaar steken om die ongewenste zaken die je niet meer terug kunt draaien met dat nieuwe besluit wat er is, om die er toch uit te drukken. Ja. En met je eigen verhaal, ik wil niet heel xenofoob doen, maar met je eigen authentieke Amsterdam verhaal, in samenspraak met de buurt en de bewoners, zeggen jongens, wat gaan we hier doen? Zullen we die mensen gewoon een gouden handdruk geven, bij wijze van spreken? En we gaan het weer lekker opknappen. Ja. Hoe staat u daar tegen? Ja. Nou, dat mag wel voor geklapt worden. En dan willen wij ons nek vooruitsteken als ondernemers. Wat zei u als laatste? Dan willen wij als ondernemers ons nek vooruitsteken. Geld lenen bij de bank, bij de brouwerij, weet ik veel wat. Ja, en dat samen oplossen met elkaar. Ja, dat stel ik ontzettend op prijs. En die handschoen die pakken we graag op. We hebben daar een paar instrumenten voor. We hebben dus ook al genoemd. We hebben 1012 Inc. Dat is de NVZ Dijk. Wat die organisaties doen is, die bezitten vastgoed. Die kopen ook vastgoed. Die mogen ook nieuw vastgoed aankopen. En dan kunnen ze selectief zijn in wat ze daarin zetten. Dus niet zo'n de beste toeristenwinkel weer. Of eigenlijk helemaal niet. Maar nou, een lokale ondernemer, kleinschalige buurtwinkel. Ja, maar het gaat mij om maatwerk in bestaande panden. Hè. Er worden nu clusters gekocht. Ja. Ook op de Nieuwmarkt, daar komen we gewoon niet meer tussen. We moeten mee met die huurverhogingen, daar knokken we met z'n allen voor. Ik bijvoorbeeld zelf ook, we leggen een heel dossier aan voor andere ondernemers in de buurt die daar ook gewoon beschikking over kunnen krijgen. Heb ik ook met Jannie Albert samen gedaan van, joh, help me nou. Ja. Want het vliegt helemaal de pan uit. Maar dat is helder. En wat je nu zegt, daar gaan we mee aan de slag. Dat doen we al en dat gaan we ook uitbreiden. Er is ook de intentie om 1012, om die meer panden te laten aankomen. Ja. De FNZ ook. Dus dat doen we ook. Alleen, ik wil ook gewoon heel eerlijk zijn. Dus dat instrument gebruiken we. Gewoon de overheid, een soort publieke onderneming is dat, die koopt panden op. Alleen, dat is best duur. Het gaat mij om wat minder geld. Het gaat om de kleinere ondernemingetjes waar we de goodwill. En wat ik zeg, moeten ze gewoon uitkopen. Dat doen we. Alleen, als je alleen, je kunt niet. Dus u heeft helemaal gelijk. Dat pakken we graag op. Dat doen we ook. En dan gaan we uitbreiden. Klein, lokaal, kleinschalig, buurteconomie. Gewoon de juiste maatwerk. Alleen ik wil ook eerlijk zijn, dat kost klauwen voor geld. Want de markt is wat die is, daar vind ik ook van alles van. Maar als een pandeigenaar hem wil verkopen, zijn pand voor 3 ton meer en niet aan 1012 wil verkopen, dan kan ik hem niet tegenhouden. Dus wat je nog meer nodig hebt, is dat instrument wat u zegt. Is gewoon, doe ik niks aan af. Maar wat we ook nodig hebben, is gewoon harde juridische maatregelen. Bijvoorbeeld het voorbereidingsbesluit. Wat we ook nodig hebben is goed overleg. In de Hoogstraten doen we dat goed, in de Spuistraat doen we dat goed. En dan kom ik weer bij dat vreselijke ambtelijke woord integraliteit. We kunnen niet op één instrument gokken. Dat zegt u ook niet hoor, overigens. Dat zegt u niet. U benadrukt er alleen één. En wat ik wil benadrukken is dat het is gewoon een enorme uitdaging. Dat we hebben dat hele scala aan instrumenten hebben we nodig. We zullen alles wat we ter beschikking hebben, de handhaving, de APV, investeren in vastgoed, zullen we allemaal moeten gebruiken. Helder. Tot slot, want deze avond was ook duidelijk voor u om te kunnen zien van wat voor interessante inzichten komen eruit de komende maanden richting ons actieplan. Dan heb ik 2 vragen aan u. Is er iets waarvan u zegt, dat heb ik nog niet eerder gehoord, of daar wil ik echt serieus, dat is iets waarvan ik denk, daar moeten we nu iets mee, wat ik misschien nog niet zo goed op de radar had. En het tweede is, zitten hier allemaal mensen in de zaal die u vast bij de borrel kunnen aanschieten. Zeker. Maar hoe gaan we dit verder oppakken? Hoe kunnen, want volgens mij zijn er nog zat mensen met vragen, hoe gaan die de komende maanden geïntegreerd worden, als we het over integraliteit hebben, hè, in uw plan? Nou, laat ik eerst even beginnen met die laatste vraag. Ik vind dit voor mij is het een hele nuttige avond. We willen sowieso als college veel meer de stad in veel meer het gesprek aangaan met Amsterdammers om te horen wat er aan ideeën leeft, hoe mensen er tegenaan kijken. Ik vind het ook heel goed dat Perron en de Bali dit soort dingen organiseren. Dus ik hoop dat jullie daarmee doorgaan. Wij willen, als we als college met grote nieuwe plannen komen, willen we daar het gesprek eerst over aangaan met de Amsterdammers. Dus we hadden het net over toeristenbelasting en over, hoe zeg je dat, een soort belastingheffing voor bezoekers. Nou, dat is best nog een ingewikkeld ding, want dan moet je als Amsterdammers ook gaan meebetalen. Gaan we het gesprek over aan? Gaan we niet zomaar lanceren en droppen, maar gaan we het gesprek over aan? Dat gaan we met meer onderwerpen doen. Mm-hmm. Dus dat stellen we heel erg op prijs. Als het gaat om nieuwe dingen die gehoord zijn, dus niet specifiek iets nieuws die gehoord zijn, ik vind wel een paar dingen interessant. Wat ik interessant vond, was de nadruk die gelegd wordt op dat heel veel van die problemen lokaal zijn. Heel erg lokaal. Soms verschilt het per straat en binnen een straat weer per huizenblok.
ook. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Je kunt dus ook lokaal vaak veel doen met verkeersmaatregelen. Soms helpt het al. Het scheiden van een baan. Ja, of soms ook kleinere maatregelen. Collega Dijksma is daarmee bezig. Paaltje hier, straat eenrichtingsverkeer. Dus met kleine maatregelen kun je best veel doen. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Ik denk dat de samenwerking tussen ondernemers en bewoners en de gemeente heel erg belangrijk is. Dit is gewoon echt een serieuze uitdaging die we hebben als we het Wallengebied voor de stad willen behouden. Ja. Kan de gemeente niet alleen doen. En tot slot, ik denk dat er wordt ook, daar zou ik voor willen waarschuwen, met name in de richting van een deel van mijn politieke vrienden. Laten we er geen ideologisch markt versus overheid debat van maken. Daar kunnen we niet zoveel mee. Volgens mij heeft het daar ook niet zoveel mee te maken. Het heeft ook niet zoveel te maken met de dominantie van de markt. Ik weet niet precies wat dat is. Volgens mij is het heel simpel. U doet het even op GroenLinks, hè? Maar nou, de politieke vrienden daar. Dat te doen. Ja. Volgens mij is het heel simpel. Volgens mij is het heel simpel. De openbare ruimte is niet van ondernemers. Die is van Amsterdammers, van ons allemaal. Dus als je als ondernemer de openbare ruimte gebruikt om iets te verdienen, dat mag, moet je meestal trouwens wel een vergunning hebben, maar als je dat doet, dan is het heel simpel. De eerste mogelijkheid is dat je overlast veroorzaakt. Nou, dan gaan we optreden of we gaan het verbieden of we gaan het reguleren of wat dan ook. De tweede mogelijkheid is dat je de openbare ruimte gebruikt, of dat nou tours zijn of segways of een fietsverhuur of wat, dat maakt me allemaal niet uit. De tweede mogelijkheid is je gebruikt de openbare ruimte en je veroorzaakt geen overlast. Dan is het hartstikke goed, dat is hartstikke prima. Gaan we wel kijken of de stad het allemaal aan kan, want het wordt wel heel druk. En we gaan het belasten. Want als je de openbare ruimte gebruikt, moet je er gewoon voor betalen. Dus die lokale ondernemer die een tour doet, die kan met u gaan praten over hoe hij dat op de beste manier kan doen, zodat de buurt ook neemt. Oké, helder. We hebben heel veel aangeraakt. En volgens mij snakken we ook allemaal naar een drankje om misschien eens te zeggen wat we nog niet gehoord hadden of moesten horen. Maar ik hoor u zeggen dat er meer gespreksbijeenkomsten komen. En er kunnen ook altijd gemaild worden en kaartjes uitgedeeld, et cetera. Dus doe dat vooral. Schiet de wethouder vooral ook nog even aan. Ik wil vooral ook mijn panel bedanken die op een zondagavond hun ervaringen wilden delen rondom het Wallengebied. Fractievoorzitters Diederik Boomsma en Femke Roosma voor hun bijdrage. En ik wil u vooral ook danken voor uw komst, Michiel Cousy, voor de prachtige reeks artikelen en de samenwerking weer. En laten we vooral met z'n allen een biertje gaan drinken. Nog een hele fijne avond en tot de volgende keer. Thanks.